heropende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Vira. Welkom hier in de zaal en welkom ook iedereen die het op andere wijze volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Timmer. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. En daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Timmer, u bent 6 jaar lang, en dat begon in 1996, president-commissaris geweest bij de NS. Dat was de periode van de verzelfstandiging van de Nederlandse spoorwegen en ook de periode van de aanbesteding van de vervoersconcessie over de HSL Zuid. In dit verhoor vandaag hebben wij een aantal vragen voor u en die betreffen de onderwerpen, de relatie tussen de spoorwegen en de staat, pogingen van de NS om de vervoersconcessie over de HSL Zuid te verkrijgen, het winnende bod en uiteindelijk de concessieovereenkomst. Wij hebben onze verhoren zo ingericht dat dit verhoor in het bijzonder zal worden gevoerd door de heer Van Gerven en de heer Elias. En ik geef als eerste het woord aan de heer Van Gerven. Meneer Timmer, u bent van 1997 tot 2002 president-commissaris geweest van NS. Wat voor bedrijf trof u aan? Een bedrijf dat in een overgangsfase verkeerde, op weg naar wat verzelfstandiging is genoemd. En ik heb toen ik aantrad voor mezelf de vraag gesteld, waar gaat het nu om bij NS? En kwam tot twee zaken. De ene was dat NS moest streven naar de grootst mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele prijzen. En het tweede punt was dat NS een zodanige bedrijfsvoering moest hebben dat het in financiële zin op eigen benen kon staan. Daar kwam het in het kort op neer. Daar wilde u met dat bedrijf naartoe? Ja, daarin voelde ik mij thuis. Ik voelde me ook thuis in een raad van commissarissen waar een aantal voormalige chefs van grote bedrijven zaten. En ook anderen, zoals mevrouw Leijten, die van de Raad van State was. Frits Castricum, die een verleden had als Europarlementariër, Tweede Kamerlid en lid van de Eerste Kamer. Dus die brachten een heel andere kijk op dingen als wij konden. Er zat ook meneer Van der Graaf in, die was secretaris-generaal van Algemene Zaken geweest. En ik vergeet er waarschijnlijk nog één, maar in ieder geval, het was een gezelschap waarin ik mij thuis voelde. Ja. En de reden waarom ook andere voorzitters van grote bedrijven na hun pensionering mee wilden doen, was omdat we allemaal het gevoel hadden, we willen een bijdrage leveren vanuit onze ervaring aan het welslagen van die missie, hè, om een nieuwe stijl NS te bouwen. U geeft aan dat in de Raad van Commissarissen een aantal mensen zaten
vanuit het bedrijfsleven, die veel ervaring hadden met het leiden van grote ondernemingen. Ja. Heeft u, zeg maar, dat team van de Raad van Commissarissen, heeft u dat zelf, nadat u uiteraard benoemd was, zelf uitgezocht of verder uitgebreid? Kunt u daar wat over vertellen? Ja, er waren er al een paar toen ik kwam. Maar ik herinner me dat ik de heer Jacobs van ING heb kunnen overtuigen om mee te doen. En de heer Kalf van ABN AMRO. En de heer Bouw van KLM. En ik was daar heel blij mee dat van deze gecombineerde ervaring. En vooral ook omdat die mensen iets gemeen hadden. Namelijk, we willen meehelpen om dat bedrijf verder te brengen. Ja, ja. En het waren mensen, begrijp ik, die hun handen een beetje vrij houden. Vrij ja. hadden. Zeg ja, maar. Ja. Er was grote opkomst altijd bij de vergaderingen. Er waren heel weinig afzeggingen. En wij deelden het gevoel van, dit is eigenlijk een ontzettend leuk commissariaat. Hier gebeuren dingen die wij herkennen. Er zijn ook dingen die we niet herkennen, maar we willen nog graag leren. Laat ik het anders zeggen. Ik had altijd het gevoel dat die Raad van Commissarissen zeer gemotiveerd was. Ja. En nou ligt er eind jaren 90, hè, want u zei al, NS was een bedrijf eigenlijk in overgang. Ja. En er lagen dus een groot aantal zaken, zeg maar, wat speelde tussen NS aan de ene kant en de overheid, de staat aan de andere kant. Er was natuurlijk, en daar komen we zeker over te spreken, de ontwikkeling rond de hoge snelheidslijn. Ja. Maar er was natuurlijk ook discussie over prestatiecontracten, afsplitsing, zeg maar, wat later ProRail is geworden. Ja. Wat vond u daarvan? Ja, dat waren interessante managementvraagstukken. En als ik een voorbeeld mag geven, de afsplitsing van ProRail. Daar waren wij als commissarissen niet verschrikkelijk enthousiast over. Want wij dachten dat daarmee een extra probleem werd geschapen. Namelijk dat de ene club tegen de andere gaat zeggen, het is jouw schuld enzovoort. Dat hadden we geen behoefte aan. We hadden behoefte juist aan veel meer samenwerking. Dus op die gronden waren wij tegenstanders van de afsplitsing. Ja, dat was één element, maar er waren er nog meer. Ja, het begin toen van de hoge snelheidslijn en het besluit tot aanbesteding. Daar zijn wij nooit gelukkig mee geweest. Maar wij kenden onze plaats, dat is een kabinetsbesluit. En wij vonden dat het eigenlijk op te lichtzinnige gronden dat besluit was genomen. Dit was in de tijd waarin privatisering en liberalisering en al die modeonderwerpen geweldig opgang deden. En we keken dan in dit land met grote bewondering naar mevrouw Thatcher en hoe die dat allemaal gedaan had. We waren in een soort van roes en we dachten, als we nou maar die zaken privatiseren, dan gaat alles beter. Want als zaken helemaal als een bedrijf worden gerund, zijn we uit de problemen. Dat dacht Thatcher ook een beetje, maar die heeft daarvoor wel de macht van de vakbonden moeten doorbreken. En die heeft een keuze gemaakt met dat Engelse spoorwegnet, eigenlijk uit nood geboren. Want het was een onbestuurbare moloch geworden. Maar je kan een situatie in Engeland niet vergelijken met die in Nederland. Wij vonden dat in zo'n klein land, met zo'n hoge frequentie van treinvervoer, dat je daar niet de complicatie moest introduceren van weer een andere vervoerder, waarmee je conflictstof inbouwt, bijvoorbeeld bij vertragingen. Ik zelf had eigenlijk nog een meer principiële reden daarvoor. Ik vind dat
vervoer zo belangrijk is voor een land, voor de economie van een land. En in, met name de situatie in Nederland, dat het per definitie niet aan de markt moest worden overgelaten helemaal. Net zo min als ik altijd van mening was dat je dat niet met waterleidingbedrijven of met elektriciteitsbedrijven moest doen. Ik was er totaal geen voorstander van. Toch gebeurde het. We hebben natuurlijk onze stem wel een beetje laten horen, maar we hebben dat natuurlijk niet kunnen tegenhouden. Ik zie dit nu achteraf nog altijd als de hoofdreden, het doordrukken, we komen straks nog wel op de varianten op weg daarheen, van privatisering is wat mij betreft de moeder van al het kwaad. Ja. Als we het niet gedaan hadden, was ons een ongelooflijke hoop ellende bespaard gebleven. Dat is wel een bijzonder standpunt van een oud ondernemer. Ja. Ik heb het niet nu verzonnen, ik heb er altijd zo naar gekeken. Ik geloofde niet zo in die verheerlijking van liberalisering en privatisering. Je moet dat genuanceerd toepassen en je moet kijken waar het kan en waar niet. Er werden vaak vergelijkingen gemaakt, bijvoorbeeld met KLM. Maar zo'n vergelijking gaat mank. Wat er in de telecommunicatiewereld gebeurde, daar vond een technologische revolutie plaats. Van ongekende omvang. Dat is de aanzet geworden tot een heel andere organisatie van wat vroeger PTT heette. Hè? Maar dat was technologisch gedreven. Ik heb als bezwaar tegen introductie van concurrentie op het spoor altijd gezegd, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Als ik van Groningen naar Den Haag wil, kom ik dan in Groningen op het station, zie ik aan de ene kant het blauw-geel van de NS en aan de andere kant het roze van mijn goede vriend Branson. Ik vond dat een volstrekt onpraktisch, irrealistisch idee. Waar ik wel voor was, dat NS door prestatie, en daarvoor was een toch wel vrij ingrijpende mentaliteitsverandering nodig binnen dat bedrijf, door prestatie en een goede leiding, de situatie zou benaderen alsof het een private onderneming was. Ja, dus ja? U zegt in uw optiek, en dat werd gedeeld overigens door NS in Den Brede. Dat werd zeker in de Raad van Commissarissen werd dat gedeeld. Later. En we hebben op dat gebied ook in al onze sessies met de Raad van Bestuur en met NS-functionarissen hebben we deze boodschap uitgedragen. Ja. Maar u zegt Nederland is een te klein land. Mag ik dat zo samenvatten om daar, laten we zeggen, zoiets als privatisering op toe te laten? Of, goed, laten we dat constateren dat u dat vindt. Nou lag er een document van de overheid of van de politiek. Zijn nota, de derde eeuw spoor. Ja. Die kent u. Wat vond u daarvan? Ja, ik heb daar niet zoveel aanknopingspunten in gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Voor als richtlijn bij onze praktische bedrijfsvoering. Kunt u dat wat duidelijker uitleggen? Want ik proef eruit dat u zegt van ja, dat is niet ons ding. We zijn het daar niet mee eens. Of het is niet praktisch. We hebben er niet veel aan. Kunt u dat eens wat preciezer uitleggen? Nee, dat kan ik niet, meneer Van Gerven. Want ik moet u eerlijk zeggen, ik heb me niet zo verschrikkelijk verdiept in die nota. Ik vond dat wij ons moesten beperken tot de praktische dagelijkse gang van zaken bij de spoorwegen. Maar ik help u een beetje. In de nota, of daar was bijvoorbeeld afgesproken, we gaan die hoge snelheidslijn, het binnenlands gedeelte gunnen we aan NS, stuk naar Brussel, dat wordt getenderd, dat wordt aanbesteed.
Er zaten ook zaken in als er moeten meer prestatiecontracten komen. Er zaten ook elementen in van we gaan toch bepaalde treinen, bepaalde lijnen aan de randen zeg maar, van Nederland gaan we aanbesteden. Zeg maar, vooral stoptreintrajecten. Wat vond u daarvan? Dat is ook gebeurd en ik denk dat die regionale lijnen, dat dat verstandige beslissingen waren. Omdat die complicaties in het runnen van het hoofdlijnennet vermeden. Ja, dat vond ik een verstandig besluit, ja. Dus, maar is dat niet in strijd met uw eerdere betoog? We moeten die, dat spoor is zoiets, net zoiets als, als een waterbedrijf. Dat moeten we niet privatiseren of niet de markt op loslaten? Kijk, niets is natuurlijk zo absoluut. Je moet de flexibiliteit hebben om ook praktische afwijkingen toe te staan. Maar als u bijvoorbeeld het hebt over die het aanbesteden van het lokale stuk van de hoge snelheidslijn, dan weet u ook dat dat later aanleiding heeft gegeven tot allerlei discussies en problemen en weet ik wat allemaal. En met lokaal bedoelt u het binnenlandse? Ja, het binnenlandse stuk. Wij bij NS, zeg ik dan maar zo even, wij waren absoluut van mening dat dat geen praktisch voorstel was. Dat paste niet in ons beeld van hoe je in Nederland dat treinvervoer het best kon regelen. Wij verschilden dus als NS, en als ik zeg wij, dan baseer ik me op de meningen van de mensen bij NS die daar dagelijks mee omgingen. En dat lag ook ten grondslag aan het eerste incident, zo noem ik het dan, dat plaatsvond na het besluit om aan te besteden. Toen wij dat verzoek kregen om een bod te doen op dat nationale stuk van de HSL, toen hebben we ons de toren van het ministerie op de hals gehaald door af te wijken in hun ogen van wat gevraagd werd. Ja, ik onderbreek u even, want wij komen daar, meneer Timmer, wij komen daar later echt op terug op dat bod. Als ik even mag samenvatten wat u tot nu toe gezegd heeft, dan zegt u van we waren eigenlijk niet voor zeg maar dat de hoge snelheidslijn werd aanbesteed. Wij wilden, en zeker vanuit de Raad van Commissarissen van NS, zeg maar, intern gewoon een goed lopend bedrijf maken met een goede bedrijfsvoering. Wij konden ons nog wel voorstellen dat aan de randen een soort, de kleinere lijnen aan de randen, dat daar nog wel iets van aanbesteding zou kunnen plaatsvinden. Vat ik het zo goed samen? Ja. Dan nog één punt, want u had het over dat bedrijfsmatige. Dan zou u toch ook moeten spreken dat er een bepaalde gebruiksvergoeding gevraagd zou worden. Zeker. Gebruiksvergoeding spreek je niet echt van een goede bedrijfsvoering. Oké, dus dat element, want dat is natuurlijk wel een element van het aanbesteden. Ja. Ik ben nog een heel belangrijk punt vergeten. Vergeeft u mij, meneer Van Gerwen. Een van onze redenen om tegen de aanbesteding te zijn had ook te maken met het effect dat dit zou hebben op de NS'ers. Een trots bedrijf. Met een esprit de corps. Niet zo ideaal als ik het zou willen, maar misschien komt daar later nog wel op terug. Maar als je zo'n verandering wil doorvoeren en zoveel meer verwacht van het bedrijf, een bedrijf dat zo vaak in opspraak is door te laten treinen, ik hoef het allemaal niet te vertellen, waar ook vanuit de Tweede Kamer en de Vereniging van Reizigers soms terechte en vaak ook onterechte kritiek wordt geleverd. Als je daar de mensen een andere kant op wil sturen, een ander doel wilt gaan, waarbij service aan de klant bovenop staat, dan heb je gemotiveerde mensen nodig. En zo'n besluit om aan te besteden werkt niet motiverend. Dat is
Dat is door sommigen in de organisatie ervaren als een slag in het gezicht. En ik heb daar begrip voor. En ik vond het ontzettend jammer dat dit soort van overweging bij de besluitvorming kennelijk geen rol heeft gespeeld. Ja. Dat brengt me bij de verhoudingen, zeg maar. Want daar doelt u eigenlijk op met uw laatste uitspraak. Dat eigenlijk te weinig rekening is gehouden met wat dat betekent voor een NS'er als er wordt aanbesteed. Hoe zou u de verhoudingen willen typeren, zeg maar, tussen NS aan de ene kant en de politieke actoren, zeg maar, het kabinet en het parlement, de Tweede Kamer? Ja. Tweede Kamer, daar kan ik alleen maar genuanceerd worden. Soms heeft mij de ongenuanceerde kritiek van de Tweede Kamer wel geërgerd. Maar ik heb ook meegemaakt dat er goede gesprekken waren met de Tweede Kamerleden. Die zich wel wilden verplaatsen in de enorme taak die het management van NS had. Om te voldoen aan de hoge eisen die we gesteld hadden. Want heeft u daar persoonlijk veel contacten mee gehad met de Tweede Kamerleden? Nee, ik kwam alleen maar bij incidenten werd ik opgeroepen, zoals bij het beroemde rondje rond de kerk. En toen heb ik wel met Tweede Kamerleden gesproken. Maar het was geen regel. Ik vond ook niet dat dat bij mij, bij mijn taak hoorde. Dat was... U had geen directe contacten met de Tweede Kamer? Nee, ik was van mening dat ik geen rechtstreekse lobbyactiviteiten moest uitvoeren. En richting het... en nog toch even de Tweede Kamer. U had er zelf niet veel contact mee. Maar wat was nou de overall mening van u? Hoe moet u dat... Kijk... Dan moet ik het toch toespitsen op het beroemde incident met het rondje rond de kerk. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, dat plan. Daar was door honderden NS'ers aan gewerkt. Dat was ook gecommuniceerd naar Tweede Kamerleden, naar ministeries. En men had het aan de kant van de NS het gevoel dat er begrip bestond voor wat dat plan inhield. De teleurstelling was natuurlijk enorm. Toen puntje bij paaltje kwam en de vakbonden dwars gingen liggen en er stakingen kwamen enzovoort enzovoorts, dat er van die door NS'ers vermeende steun vanuit de overheid, vanuit Kamer en vanuit, en niets terecht kwam. En dat had ook te maken met een totaal verkeerde inschatting van het tijdsgevricht wat er toen plaatsvond. Want er kwamen verkiezingen aan en niemand wilde eigenlijk gedonder in de tent. Ja? Dus de NS'ers voelden zich toch wel in de steek gelaten. Ja, en dan duidt u op, u wilde een betere bedrijfsvoering via het rondje door de kerk. Ja. En dan laat de Tweede Kamer u vallen, om het zomaar samen te vatten. En de relatie met de ministers, met de ministeries, hoe was die? Mijn contact beperkte zich tot Verkeer en Waterstaat. En u sprak met minister? Ik sprak niet frequent, maar van tijd tot tijd met de minister. En dat was minister Netelenbos? Het was nog heel eventjes minister Jorisma. Jorisma en daarna Netelenbos? En daarna mevrouw Netelenbos. En hoe zou u die verhouding of uw contacten met de ministers betitelen? Nou... Als u daar kleuring aan wilt geven. Het was een afstandelijke reactie. Het was een zakelijke reactie. Ik had het liever anders gezien. Ik had liever een relatie gehad waarin je in vertrouwen dingen kunt delen. En zeg, hoe kunnen we samen iets oplossen? Ik vond dat
Ook als ik keek naar de contacten van NS'ers met ambtenaren bij Verkeer en Waterstaat. Er was een veel te grote rivaliteit. En hoe kwam dat dan? Dat werd, denk ik, aangewakkerd door de verzelfstandiging. Waardoor je aan de kant van NS het gevoel kreeg, nou, we zijn bij baas in eigen huis en nou gaan wij de dienst uitmaken en nou laten we ons niks meer vertellen, menselijk. En aan de kant van Verkeer en Waterstaat waren er natuurlijk mensen die NS'ers maar arrogante lieden vonden. Huh? Die geen begrip hadden voor de controlerende taak van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik had dat graag anders gezien. Want ik vond het eigenlijk te destructief, hè, om de grote missie goed te voltooien. En er zijn allerlei incidenten geweest, daar ga ik niet op in nu. Wij hebben het als onze taak gezien als commissarissen om soms al te opgewonden NS-directieleden een klein beetje tot matiging aan te sporen. Maar dat was een menselijk probleem. En ik heb het zeer betreurd dat die verhoudingen waren zoals ze waren. En dat weerspiegelde zich ook in de contacten met de ministers? Ja, ik... Maar dan ga ik... Ik heb met de minister, zoals ik u zei, zakelijke gesprekken gehad. Maar ik miste iets in het contact. En dat had te maken met een belangrijke weeffout, als ik het zo mag noemen, in de besturing van NS. En meer speciaal miste ik de rol van aandeelhouder. Ja? Het is duidelijk dat over operationele zaken kunnen de botsingen zijn tussen NS en Verkeer en Waterstaat. Dat gebeurt in alle organisaties. Maar wat ik miste was de aandeelhouder die partijen wel eens tot de orde riep en zei, jongens, dat is allemaal mooi en goed, dat ruzie maken. Maar ik moet wel aan de centen denken. Wat kost dit allemaal? Ja? Want dit soort van gedrag hield in mijn ogen ook een hoge vorm van verspilling in. Onnodige discussies enzovoort enzovoort. Nu was de rol van de overheid toen, zoals ik uit het verhoor van de heer Pans heb begrepen, er een van afstandelijkheid. En eigenlijk werd het aan de Raad van Commissarissen overgelaten om die rol van aan... Dat kan natuurlijk niet. Want wij waren als commissarissen en directie van NS, stonden wij toch, als ik het heel duidelijk zeg, in sommige gevallen tegenover Verkeer en Waterstaat. Ja? Maar hoe, om het heel concreet te maken, hoe had dat in die rol van aandeelhouder had dat kunnen worden opgelost? Het is later opgelost, op 1 januari 2005, toen het aandeelhouderschap is overgegaan naar financiën. Dan krijg je een wat meer afstandelijke benadering. Dan heb je het niet meer over de verschillen en ruzie en weet ik wat allemaal. Dan heb je het over de financiële prestaties van het bedrijf. Dan heb je het over toekomstplannen. Dan heb je het over vragen, hoe kunnen we genoeg contant geld genereren om onze plannen in materieel enzovoort te verwezenlijken. Die rol heb ik gemist. Ja, maar even, als ik kijk, u heeft destijds, hadden we minister Jorritsma, minister Netelbos, maar ook minister Zalm, de minister-president. Dat waren allemaal mensen waarmee u contact had. Ja, ik moet u zeggen dat ik het niet correct vond om buiten mijn contact met minister Netelbos om. Zij was per slotverrekening vertegenwoordigde ook de aandeelhouder. En ik heb nooit nodig gevonden en correct gevonden om, als ik meningsverschillen had met de minister,
om die dan ook te ventileren bij de minister van Financiën of de minister-president. Zo zit ik niet in elkaar. Mag ik concluderen op het punt van de verhoudingen, hè, met ook met de ministers, dat dat toch eigenlijk te afstandelijk was? Ja. En dat het u een liefding waard was geweest als zij zich meer hadden opgesteld, ook zeg maar samen met de Raad van Commissarissen, om bijvoorbeeld van NS een echte goed lopende onderneming te maken. Kijk, dat hoefde ook helemaal zoveel tijd niet te kosten als we, pak een beetje, 3 keer per jaar. Los van de dagelijkse problematiek, van het ruzie maken en weet ik wat allemaal, is bij elkaar waren gaan zitten en is wat grotere vragen aan de orde hadden gesteld, dan was ik al blij geweest. Er zijn wel een paar keer zogenaamde raad van aandeelhoudersvergaderingen geweest. Maar die werden dan gevoerd door op zichzelf zeer bekwame ambtenaren. Maar dat was niet. Dat ging dan ook weer over details. Terwijl ik zocht naar hoe doen we iets wat daar bovenuit stijgt. En ik zou dan. Maar ik wil u niet uw volgorde verstoren, maar ik zou dan bijvoorbeeld gedacht hebben. Toen we dan eenmaal dat politieke besluit hadden genomen om aan te besteden, toen zijn er een paar punten, momenten geweest waarop zo'n gesprek verstandig zou zijn geweest. Goed, ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, we gaan inderdaad een aantal van die onderwerpen met u doorlopen. Ik had nog één vraag over het vorige, algemenere punt. U heeft heel beeldend het hele krachtenveld eigenlijk geschetst en ook hoe u daar tegenaan keek. Hoe stond u tegenover het denken dat toch ook binnen een aantal mensen bij de NS bestond over naar de beurs gaan? En dus van dat hele gedoe met die overheid ook een beetje af zijn. Volstrekt idioot idee. Dat is een heel helder antwoord. Daar was dat bedrijf in de eerste plaats helemaal niet klaar voor. We waren lang niet genoeg. We hadden lang niet genoeg veranderd. Maar er waren nog een paar redenen, meneer Elias. Zoals, als een bedrijf naar de beurs gaat, dan moet het financiële prestaties leveren. En moet het dividenden uitkeren. Als u weet hoe dat gaat, kijkt u maar naar Engeland, naar de Engelse spoorwegen. Wie leidt dan het loodje? Legt dan het loodje? Dacht u? De reiziger. Want als u in Engeland met de trein gaat reizen, dan zit u voortdurend uw geld na te tellen of u nog genoeg geld hebt voor de terugreis. Oké? Dus dat moet je niet willen. Er was in dit land een verstandig beleid om de prijs van die kaartjes niet uit de hand te laten lopen. En daar heeft de Tweede Kamer zich ook een aantal keren mee bemoeid. En ondanks het feit dat NS een verzelfstandig bedrijf was, heb ik het nooit als storend ervaren als volksvertegenwoordigers ook aandacht vroegen voor die prijzen. Dat was, als u wilt, een goed voorbeeld van hoe we dingen in Nederland met elkaar oplossen. Ja? Maar er was nog iets anders. U hebt allemaal meegemaakt wat er gebeurde met het rondje rond de kerk. Er was een belangrijk deel van het NS-personeel die zich verzette en whatever. Daar heb je het recht toe in dit land. Hoe dacht u dat je een roadshow moet gaan houden om NS te privatiseren terwijl dat soort van probleem bestaat? Er is geen enkele investeerder die dat doet. Dus het was een droom, een fantasie, volledig van werkelijkheidszin ontbloot. En zeker in die actuele situatie. Tuurlijk, maar ik ga verder nooit doen. Dat is helder. Dan gaan we het toch even hebben over die vervoersconcessie. Hoewel u er al eigenlijk een heleboel over verteld hebt. Het is duidelijk wat u zegt, waterleidingen niet doen, moeder van alle kwaad, noem het maar op. Nog even precies, was niet toch de dreiging die er ook vanuit zou kunnen gaan als eventueel een buitenlandse partij die concessie zou krijgen op die hoge snelheidslijn?
dat er ook langzamerhand zou worden ingevreten in het eigenlijke kernnet nou, van de NS, mag ik niet zeggen, maar dat de NS natuurlijk, behandelde. Natuurlijk. Ja. Als een buitenlandse firma die hoge snelheidslijn zou gaan exploiteren, had dat ook gevolgen voor een deel van ons interne nationale net. Ook financiële gevolgen. Ja. Het is een beetje zoals dat er op een gegeven moment in de Marsfabriek iemand de chocolade moet komen maken. Ja. Daar wou je allemaal niks mee te maken. Ja. Was dat gevoel zo scherp ook in de hele Raad van Commissarissen met al die captains of industry erbij? U beschreef dat net. Ja. Ja. Aan de andere kant, als de NS, en op een gegeven moment kwam die situatie natuurlijk ook in beeld, dat die aanbestedingen er ook werkelijk zou komen, als de NS die hoge snelheidslijn zou winnen, ja, dan werd die monopoliepositie natuurlijk alleen maar groter. Ja. Je zou je ook nog kunnen voorstellen dat u en al die andere captains of industry zeiden, nou, worden we misschien toch een beetje te veel een monopolist, is ook niet al te gezond. Concurrentie kan geen kwaad. Er zijn situaties zoals bij NS, waar uit een oogpunt van de enorme kapitaalsinvesteringen die nodig zijn om zo'n lijn aan te leggen en te runnen en ook de het materieel enzovoorts. Dat is een reden om te zeggen dat het moet niet nodig zijn dat je via concurrentie, want concurrentie in mijn optiek houdt in de situatie van een S in kapitaalvernietiging. En grote operationele gevolgen voor de dienstregeling, want wie gaat voor en wie moet wachten, al dit soort dingen. Je compliceert de zaak enorm. We hebben via de toezichthoudende rol van Verkeer en Waterstaat, heeft NS niet alles voor het zeggen. We hebben via de rol van de Tweede Kamer op het gebied van tariefstructuren, heeft NS, kan NS en wil NS ook niet zomaar alles doorberekenen. Dus we hebben een vorm van verlicht monopolie, zoals u wilt. Ja? En dat hoeft ook geen probleem te zijn. Ik ben ook daar helemaal geen tegenstander van. Waarvoor gezorgd moet worden, is dat een monopoliepositie niet tot misbruik leidt. Ja? Door de directie, maar ook door de mensen zelf. Op het gebied van dienstverlening. Ons kunnen ze niks maken. Nou, dat is nou dat subtiele, die subtiele cultuurverandering waar ik het over had. En daar zou je dan intern ook voldoende prikkels voor moeten ontwikkelen, ja, om te zorgen natuurlijk dat dat niet misging. Ja, natuurlijk. Dus je hebt niet in de prikkel nodig van een concurrent om een voortreffelijk spoorbedrijf te worden. Ja, niettemin, hoe verhoudt zich uw opvatting dat er maar één vervoerder op het Nederlandse spoor zou moeten zijn, die u uitlegt, tot de buitenlandse plannen die de NS in uw periode begint te ontwikkelen. En ook nog, ja, tot branchevreemde activiteiten, zoals, ja, Telfort World Online. Ja, u noemt Telfort World Online. Dat was een branchevreemde uitstapje. Nou, maar houden we het op het spoor, sorry. Nee, maar ik wil dat toch zeggen. Want daar zou je, als je hele puriteinse ideeën had gehad destijds, zou je het verboden hebben. Maar het heeft op een gegeven moment 2,2 miljard euro winst opgeleverd. Waarvan 280 miljoen is uitgekeerd in de vorm van een apart dividend. En het resterende bedrag is in een fonds gegaan voor vernieuwing van de infrastructuur. Dus, in uw ogen voldoende redelijk om nou, enigszins rekkelijk te zijn. Ik wil maar zeggen, ik ben toch niet helemaal ongelukkig mee als er dit soort van ondernemerschap in een managementteam zit. Ja? En we hebben later ook nog eens een keer, dat was na mijn tijd, is er ook nog eens een miljard euro uitgekeerd aan minister van Financiën.
als speciaal dividend. Ja. Dus in dat... In die context ziet u ook, dat u zegt, ja, oké, stel dat wij veel meer aan buitenlands vervoer zouden zijn gaan doen, dan nog rechtvaardigt dat wij als een soort semi-monopolist met interne correctiemechanismen voor binnenlandse spoor moeten opereren. Ik wil u best verklappen dat ik bij die buitenlandplannen heb ik wel eens geroepen, moet dat nou? Hebben we hier niet genoeg problemen? Hè? Laten we die eerst oplossen. En wat was het antwoord? Nou, men gaf mij toch wel te verstaan dat ik een beetje een oude man aan het worden was. En dat ik niet meer meedacht enzovoort enzovoort. Dat is alweer een tijdje terug ook. En dat is een tijdje terug. Toen was ik al een oude man in hun ogen. Ik heb ook niet... Wij zijn ook als raad van commissarissen niet zo ver gegaan om het te verbieden. We hebben wel gezegd, pas op dat het geen geldverspilling wordt. Want dan treden we heel hard op. Ik moet nu bekennen, meneer Elias... Dat die jongens die dat buitenlandavontuur zijn aangegaan, die moet ik eigenlijk nu in het openbaar een pluim geven. En ik moet erkennen dat ze dat goed gedaan hebben. De heer Vergerven heeft denk ik een aantal vragen over een interessante episode. We gaan, want u wilde daar al aan beginnen, zojuist. Dus, maar het beroemde, zo u wil... beruchte in ogen van sommige andere Intercity Max-bod. Ja. Het bod Future Without Borders uit augustus 1999, wat de NS dan presenteert. En dat gaat eigenlijk over het vervoer over de hoge snelheidslijn, maar dan wel gecombineerd met het hoofdrailnet. En ook het vervoer op, naar Brussel, dus ook op het buitenland. Ja. Terwijl, laten we zeggen, de overheid had gevraagd om... te bieden, zeg maar, op het binnenlandse stuk van de hoge snelheidslijn. Ja. En de prangende vraag is natuurlijk, waarom heeft NS zich niet aan die door datgene wat de staat vroeg gehouden? Ik moet in de eerste plaats zeggen dat in mijn herinnering de heer Van Egen, die destijds een belangrijke rol speelde bij NS, hierover overleg heeft gehad met de heer Korf. En we hebben natuurlijk die vraag gesteld. En mijn indruk was dat de heer Korf het uitbreiden van het plan niet ontmoedigd heeft. Ja? Dus het is niet zo dat NS burgerlijke ongehoorzaamheid kan worden verweten. Er was wel degelijk overleg. Of er overleg was geweest tussen de heer Korf en de minister, dat weet ik niet. Want het was vooral bij de minister dat dit heel verkeerd was gevallen. Het was misschien ook niet zo handig gepresenteerd van onze kant. Wij waren er zo ontzettend enthousiast over dat Den Beste zich toen heeft laten ontvallen dat het een offer was you can't refuse. Dat moet je natuurlijk niet doen als je iets wil bereiken. Goed, een slip of the tongue. Wij hadden als raad van... Even meneer Van Egen, dat was... meneer Van Egen, welke functie vervulde hij bij het ministerie? Die is later een van de directeuren-generaal geworden. Dus goed. Die is teruggehaald van NS naar het ministerie om, laat ik maar zeggen, het kennisniveau van de ambtelijke staf op het ministerie te verhogen. Maar u zegt, er was op hoog niveau contact tussen het ministerie en NS, waaruit men kon afleiden wat u... van plan was. Ja. En u heeft geen rood signaal gekregen van het ministerie. Waarom wilde u zo graag dat bod uitbrengen? Omdat wij als raad van commissarissen uitvoerig geluisterd hadden naar presentaties enzovoort. En tot de conclusie waren gekomen dat dit bod het beste zou zijn voor de reiziger. Ik meen me te herinneren dat de heer Spaargaren in zijn introductie dat ook heeft gezegd. En wij waren daarvan overtuigd als commissarissen. We hebben er goed naar geluisterd, veel vragen gesteld. En dat het dan eigenlijk gesneuveld is op wat ik noem een procedurefout. Ja, u zegt het was een procedure. Ja, dat zit mij tot de dag van vandaag nog dwars. Dat had niet zo gehoeven.
Dat was zo'n moment geweest, als u me toestaat, waar we vooraf even aan petitcomité hadden moeten zeggen, als het dan zo'n goed plan is, hè, hoe kunnen we dan op een elegante en juridisch verantwoorde manier, hè, nog van die aanbesteding af? Ja. Dat is niet gebeurd. Er zijn toen veel te formalistische standpunten ingenomen. Ja, ja. En er is een kans verloren gegaan. Maar u vindt dat had op, dat was chef Zagge, dat had op ministersniveau geregeld moeten worden. Precies. Nou zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, luister eens, u zegt wel, NS, het is een offer you can't refuse, but it's a dream you can't realize. En het is not what we asked. Nee, het is niet wat wij gevraagd hebben. Kijk, maar wij dachten toch echt dat we niet leefden in een land van bevel is bevel. Wij dachten toch echt dat we in een land leefden waar we door verstandig met elkaar om te gaan, hè, tot de beste oplossing kwamen. En ik constateer, want ik was daar zelf bij, dat het in de sfeer van bevel is bevel, en hebben jullie niet opgevolgd, werd afgehandeld. Dat heb ik als weinig elegant ervaren. Maar mijn persoonlijke gevoelens doen er niet toe. Ik vind dat dat de eerste fatale fout is geweest in het proces. Dat we niet de tijd hebben genomen om dat rustig en bedaard te overleggen. Er is daarna zoveel overleg geweest over veel minder belangrijke zaken. Dat is voor mij het eerste gemiste punt. En ik heb daar altijd een buitengewoon onplezierig gevoel aan overgehouden. En ik heb me ook wel afgevraagd of ik in mijn functie dit debakel had kunnen voorkomen. Maar ik heb u al gezegd, ik was in de veronderstelling dat Van Egen en Korf dit hadden afgestemd. Ja? En aangezien Korf rechtstreeks aan de minister rapporteerde, mocht ik er ook van uitgaan dat het bij de minister in ieder geval een gewillig oor zou hebben gevonden. Of ze er uiteindelijk mee eens was, dat hadden we kunnen zien. Maar door het zo snel en zo abrupt opzij te schuiven, omdat er niet om ons voorstel gevraagd was, zie ik als één van de grote, kardinale, gemiste kansen in dit proces. Maar u zegt, ja, we hadden dit samen moeten oplossen. Ja. Je had ook heel praktisch kunnen zijn. En luister, wie basis bakt koek, hè? We hebben natuurlijk een politiek, we hebben een kabinet, een ministers, een parlement, wat bepaald iets vraagt. Weet je wat we doen? We bewandelen een tweesporenbeleid, zoals dat nog even in termen blijft. Wij leveren wat gevraagd wordt en we zetten daar onze extra's naast. Ja. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ik heb dit argument eerder gehoord. Daar hebben we niet aan gedacht. Want ik zal u eerlijk zeggen, we vonden de vraag waarop we moesten antwoorden, vonden we zo onpraktisch. Daar konden we niks mee. Dan hadden we niks hoeven in te leveren. U vond wat u gevraagd werd eigenlijk te gek voor woorden? Ja. Van hoe durven ze dat, als het ware, aan ons te vragen? Ja. Maar u zei ook, ja, we moeten er eigenlijk wel samen uitkomen. Ja. Heeft u, als u nou zo terugkijkt op dat punt, op dat moment, nog zegt van, nou ja, ik had toch een andere rol moeten spelen, een andere rol moeten nemen? Ik heb ingeschat dat mijn relatie met de minister niet goed genoeg was om buiten de procedure om dit op tafel te leggen. Ik zag daar geen heil in. En dat is dan misschien mijn fout geweest, maar dat is een bewust besluit geweest. Ja, om dat nog eens met de minister te bespreken. Ja. Minister Netelenbos in dit geval. Dat haalt niks uit. Dat was mijn inschatting. Dat was uw inschatting. Nou heeft u naar verluid, voorafgaand aan het indienen van het bod, wel met minister Kok gesproken. Met dat de minister-president. Dat heb ik niet.
Ik kan me daar. U bent daar, kunt u zich dat niet herinneren? Nee. Uit stukken blijkt dat dat wel zo is. Ja, dan. U ziet de stukken en als het zo zou zijn, dan hapert mijn geheugen en dan vind ik dat jammer. U kunt zich dat helemaal niet herinneren dat u... Nee. Overigens met medeweten van minister Netelenbos. Het is voor mij totaal... Ik kan er niet op antwoorden. Het is uw... niet bekend. En nee. Ja, dan kunt u ook niet vertellen wat u tegen minister, wat de minister-president, wat u daar besproken heeft en wat daar verteld is. We kunnen concluderen, laten we zeggen, dat NS ervan uitging, dit bod van ons is zo goed, dat zal, ook al beantwoorden niet aan wat gevraagd wordt, daar zullen wel verder onderhandelingen uit voortvloeien en dat zal dan wel worden gerealiseerd. Het zal serieus in overweging worden genomen. Maar goed, dan is er wel licht in de tunnel, om het zo maar te zeggen, voor het plan. Ik denk van, er zal misschien wel wat aan geslepen worden, maar uiteindelijk zal het dan wel in die vorm tot stand worden gebracht. En nou wijst de staat dat af om een aantal redenen. Snapt u dat? Nee. En ik vond dat wat zich hier openbaarde was de kloof die er bestaat tussen mensen wiens vak het is om in die spoorwegen te werken en mensen die aan de zijkant in een functie van consultant of noem maar wat, naar een zaak kijken. En daar is een groot verschil tussen. Wij hebben gekozen voor wij geloofden in de kwaliteit van de mensen bij NS die dit plan hadden samengesteld. En we hadden er iets meer vertrouwen in dan in het oordeel van mensen die van buitenaf, niet gehinderd door kennis van het spoorvak, meningen ten beste gaven. Mag ik zo zeggen dat ons bod van NS, Intercity Max bod, was gebaseerd op de praktijk en uitgewerkt door mensen met verstand van zaken. Ja. Terwijl de overheid zich vooral verliet op consultants en mensen die geen verstand hadden van het spoor. Ja. En dat punt wat u hier maakt, dat heeft zich in de jaren daarna gewoon voortgezet. Kijk, het is eenvoudig als je consultant bent om een uitspraak te doen. Je dient je nota in, je incasseert het geld en je loopt weg. Hè? En je doet een paar aansprekende uitspraken. En verder ben je niet verantwoordelijk. Dat is een groot verschil met mensen die het ook echt moeten doen en die het ook echt waar moeten maken. Ja. En wij vonden dat er te veel bemoeienis kwam met het proces door mensen die te weinig verstand hadden van dat vak. En wij waren de mening toegedaan dat het altijd helpt als je ergens verstand van hebt. Ja, dat helpt altijd. Ja. Zeker. Nou, het bod wordt afgewezen, maar u krijgt een nieuw aanbod om, weliswaar binnen een week, op korte termijn, krijgt u drie alternatieven voorgelegd. U kunt zich dat herinneren, dat moment. Het alternatief was tekenen van een conceptcontract wat klaar lag, zeg maar op voorwaarden van de overheid. Een tweede voorstel was... Er wordt een tender gestart, een openbare aanbesteding. En NS doet zelf niet mee, maar mag wel tot 50% zeg maar, participeren via aandelen zeg maar, in die onderneming die het wint. En het derde alternatief was openbaar aanbesteden.
U heeft daarin geen keuze gemaakt. We hadden over het derde punt, van aanbesteden, hebben wij ons op het standpunt gesteld dat het niet aan ons was om die keuze te maken. Ten aanzien van de andere twee punten vonden wij het niet praktisch. Wij vonden dat geen praktische voorstellen, wij konden daar niks mee. En dat hebben we ook in een brief, als ik me goed herinner, getekend door mijzelf en ik dacht den beste, maar dat weet ik niet meer zeker, aan de minister gemeld. Ja, en u bent dus niet ingegaan op dat, die nee. tweede kans, zeg maar, die u geboden is. Nee. En daarmee werd de openbare aanbesteding dus een feit. Ja, ik maak toch bezwaar tegen het causale wat u hierin legt, want zo zie ik het niet. Als ik het heel duidelijk zeg, het was niet echt een alternatief. Op die twee voorstellen die er gedaan werden, moesten wij wel nee zeggen. Als daar dan de gevolgtrekking uit wordt getrokken, dat we dan dus gaan aanbesteden, dan is dat voor rekening van degene die dat beslissen. Ja, dat kan, maar u zou ook kunnen redeneren van luister, er zit zoveel ruis op de kabel. De tegenstelling, het is zo scherp. Had u niet toch, laten we zeggen, uw gewicht op een of andere manier in de schaal moeten leggen? En laten we zeggen, de andere partij, zoals u dat dan ziet, tot reden moeten brengen en toch, zeg maar, in overleg gaan? Want u wist toch, neem ik aan, als wij die eerste en dat tweede voorstel, wat u beide, om even zeggen van dat deugt niet, daar kunnen wij niks mee, dat is heel slecht voor NS. Dan leidt dat het openbaar aanbesteden. Dat willen we eigenlijk, dat is ook geen goed plan. Had u dan niet op die tweede kans moeten grijpen op een of andere manier? Ik wil niet in herhaling vervallen, maar dan... Nee, doet u dat vooral niet. Dan zeg ik toch weer... Ja. Dat de relaties tussen NS en de spoorwegen op dat moment zodanig waren dat dat rustige overleg waar u nu weer naar verwijst geen schijn van kans had. Dat was uw inschatting? Ja. En niet alleen mijn persoonlijke inschatting, dat was de inschatting van de Raad van Commissarissen en van de directie. En van de directie. Dat blijkt ook, want we lezen, nou ja, de... Er komen allerlei artikelen in de Telegraaf. Ik geloof een favoriet blad van u. Of minder favoriet, dat weet ik niet. Maar daar wordt in ieder geval de gang van zaken rond de Intercity Max en ook hoe NS daarover denkt, stevig uit de doeken gedaan. Kunt u zich die artikelen herinneren? Nee. Of die periode, hoe dat toen gegaan ja, is? Ja, toen is... Er zijn toen allerlei dingen in de publiciteit gekomen die ook weer niet helpen aan het oplossen van een probleem. Maar waarbij NS wel de bron was. Dat laat ik voor u rekening. Ik heb in mijn leven zo vaak lekken te maken gehad, meneer Van Gerven. En ik zal u zeggen, het is me nooit gelukt om uit te vinden wie het lek was. Want degenen die lekken, die zijn buitengewoon slim. En ik ga niet akkoord met uw conclusie dat het uit NS was. Uit een S is gekomen, tenzij u dat kunt bewijzen. Wij lezen, zien dat NS zich buitengewoon geschoffeerd voelde. Dat klopt toch? Ja. Nee, van even los van waar de bron dan vandaan komt. Dat gevoel bij NS, dat die zich geschoffeerd voelen, dat moet toch gesondeerd zijn door iemand? Dat moet door toch iemand opgevangen zijn? Er waren zoveel verhalen rond NS. Zoveel journalisten die artikelen publiceerden over NS. NS was nu eenmaal een aantrekkelijk object om over te schrijven. En als mensen zich geschoffeerd voelen, ik kan u in ieder geval verzekeren dat ofschoon ik de behandeling die we hadden gekregen niet elegant vond, dat ik me niet heb laten verleiden om dit in het openbaar te ventileren. Ja, dus in ieder geval van uw kant uit is er niet bewust gelekt. Nee. Als het, nee. Maar zegt hij, ja, we hadden eigenlijk
het was beter geweest om samen te werken. Ja. Nou blijkt uit onze informatie dat er binnen NS in dit verband ook gesproken is over het dagvaarden van de staat. En ja, is het nou niet wat vreemd dat een 100% staatsdeelneming de staat wil dagvaarden? Ik kan alleen maar zeggen, meneer Van Gerven, dat als iemand dat heeft opgebracht, dat een uiterste vorm van frustratie was. Maar dat moeten we toch niet serieus nemen, zoiets. Ja. Mensen die kunnen zoiets roepen als ze zwaar gefrustreerd zijn. Ja. Maar ik wil met nadruk stellen dat dat niet de goedkeuring had van de Raad van Commissarissen of van de directie. Nou ja, die signalen heeft u niet bereikt. Nee. Dat signaal. En nee. Als u dat bereikt, dan had u gezegd, dat gaan we niet doen. Ik zou de laatste zijn om dat te doen. Omdat ik juist altijd gezegd heb dat wat mij stoort in de hele relatie tussen Verkeer en Waterstaat en NS, en eigenlijk in het algemeen, is dat NS, en het spijt me dat ik een Duits woord moet gebruiken, door velen als een fremdkörper wordt gezien. Het wordt niet gezien als een bedrijf waarvan de financiële en andere resultaten ons allemaal raken. Het wordt gezien als een marktpartij. Zo heb ik het ook weer ervaren in een paar recente verhoren die ik heb meegeluisterd. Want ik was aan de buis gekluisterd, zoals u wel zich kunt voorstellen. Dat we niet het besef hebben dat NS van ons allemaal is. En dat we dat tot in het absurde doordrijven, tot en met het niet afbreken, van de procedure, van de aanbestedingsprocedure, u hebt dat zelf ook opgebracht, toen duidelijk was dat de openbare aanbesteding mislukt was. Ik heb dat niemand nog duidelijk horen zeggen en daarom zal ik het doen. Die was mislukt. We hadden 31 bedrijven aangeschreven. En we kwamen te zitten met 3 aanbiedingen, waarvan er 1 sowieso al niet, ik mag het Engelse woord niet gebruiken, niet geldig was. En het andere, en daar wil ik ook heel duidelijk over zijn, het wachtkamerverhaal is een fabeltje. Ik onderbreek u even, want we komen daar later nog op terug, op laten we het al of niet slagen van de aanbieding in een later tijdstip op 2001. Ik wil nu graag het woord geven aan de heer Elias. Maar het is een interessante voorzet voor wat straks nog komt. Ik heb nog een paar eerst feitelijke vragen voor ik het volgende onderwerp ga. U zei op een gegeven moment over de heer Den Beste, bij zijn directeur, of misschien heette het toen al CEO, dat weet ik allemaal niet, van de NS. Het was een offer you can't refuse. Dat was niet zo handig van Den Beste. Was dat een eenmalige onhandigheid of probeerde hij dat vaak? Vond u een beetje te wild eigenlijk? Kijk, elk mens heeft zijn eigenaardigheden. En als sommige mensen die denken dat ze iets fantastisch gepresteerd hebben, die uiten dat op die manier. En wij hebben het als Raad van Commissarissen natuurlijk ook wel eens vaderlijke toespraakjes gehouden tot Den Beste. Maar hier waren we niet genoeg bij, dus hij kon dat doen. Dat doet niets af aan mijn waardering voor het werk dat Den Beste als eerste van dat transformatieproces heeft gedaan. Nee, dat begrijp ik. Dat voortreffelijk heeft. Maar niettemin, juist in die moeizame verhoudingen die u heel openhartig schetst met Verkeer en Waterstaat, en waarbij u ook in het begin nog een beetje de hand in eigen boezem stak, maar natuurlijk ook vond dat het bij Verkeer en Waterstaat niet altijd even handig liep. Was iets soms een beetje te ruw en te wild in de richting van VNW? In de ogen denk ik van sommige mensen bij VNW, daar riep hij wel wat weerstanden op. Dat had ook achtergrond, hij was zelf ambtenaar geweest, had zelf in die kringen gezeten. Dan spelen er allerlei dingen een rol waar ik nu niet op in wil gaan. Dat zijn gewoon menselijke probleempjes. Heel goed.
Niettemin had u dan misschien toch ook als voorzitter van de Raad van Commissarissen wel mee te maken. Vandaar die vaderlijke gesprekken. Ja, we hebben ook wel gezegd dat het niet handig was, maar dan is het gezegd. Ja, duidelijk. Nog een vraag. U zei, ik heb aan de buis gekluisterd gezien, dus u, gezeten. Dus u heeft hier afgelopen maandag ook het verhoor met de heer Pans gezien. Ja. Secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat, die heel... Ja, zakelijk melden. Ja, dat is eigenlijk een prachtig bod, dat IC-Max bod, waar een collega van Gerven het net met u over had. Maar het was geen antwoord op de vraag die wij stelden. Nu is mijn vraag aan u. U heeft ook geschetst dat onverstandig was en dat het een prachtig bod was, enzovoort, enzovoort. Er moeten toch binnen NS ook mensen zijn geweest die desnoods een beetje schril riepen, ja, maar ze kunnen daar wel rare dingen van ons vragen, maar het is wel wat ze vragen. En als we met iets anders komen, dan komen we niet met het goede aanzetten. En die geluiden moeten toch ook wellicht zo schril geweest zijn dat ze bij u op het niveau van commissarissen terechtkwamen. Hoe zat dat? Ik moet me nu herhalen. Ik ging ervan uit dat tussen Van Egen en Korf gesproken was. En ten tweede, en dat is wat abstracter gedacht, heb ik niet willen inzien dat we in een land leefden waar bevel is bevel. En waar je als verstandige mensen toch wel iets anders kunt bedenken. Dat is althans de cultuur in de firma waarin ik 44 jaar ben opgegroeid. Daar mocht je afwijkende meningen ventileren. En sterker nog... mensen met afwijkende meningen, die werden hoogelijk gewaardeerd. En ik heb me daarop verkeken dat zo gevoelig lag, dat als je niet precies doet wat iemand vraagt, dat daar dan deze reactie op komt. Dan nog één puntje over die telegraaf. Volgens mij werd u er op geen enkele manier van beschuldigd dat u dat gelekt had, of de NS of wie dan ook, maar de commissie stelt alleen vast... En dat is toch een intrigerend punt, dat er twee exemplaren van die laatste kans waren. En dat die toch bij de Telegraaf is gekomen. Van wat? Van dat verhaal over die laatste, wat dan de laatste kans is gaan heten. Die drie mogelijkheden. Ja, er waren twee exemplaren van en ja, dat stond toch in de krant. Ik kan daar niks over zeggen. Duidelijk. Ik kan alleen zeggen, het komt niet van mij. Dat hebben wij genoteerd. Dan start het kabinet dus in december 1999 met de procedure voor die openbare aanbesteding. En dan ineens, begin 2000, komt toch een mogelijke exploitatie door een combinatie van de NS, KLM en Schiphol, de zogenaamde oranje combinatie, het verhaal is hier al eerder verteld, in beeld. Waar kwam naar uw herinnering van toen dat initiatief vandaan? Hoe hoorde u ervan? Dat was een initiatief dat met veel... geheimzinnigheid was omkleed. Het was zelfs zo dat wij maar een heel, als commissarissen, heel beperkt geïnformeerd werden. We moesten vooral niet te veel vragen, want het was uiterst geheimzinnig. Ik begreep wel de juridische achtergrond daarvan. Als je in een procedure zit, moet je natuurlijk oppassen dat je niet beschuldigd wordt van unfaire praktijken. Het initiatief kwam van Verkeer en Waterstaat. En daar is een voorstel uitgerold. En wij als commissarissen, toen we er toch een beetje meer in betrokken werden en het begrepen, wij vonden het eigenlijk wel een slim idee. We vonden het een slim idee om op een elegante manier een verschrikkelijke procedure af te kunnen sluiten. Ja? Dus wij hebben dat gesteund. We hebben gezegd, ja, dat is goed. Dat is ook iets waar niet zoveel mensen gezichtsverlies mee lijden. Hè? En bovendien, in die tijd van het voetballen destijds, is een oranje, dat ligt altijd goed. Hè? Dus wij zeiden, dat verdient doorgezet te worden. Zag u het als een soort geslaagde tompoes voor journalist? Nou, ik zag het als een... ingenieuze oplossing om uit een probleem te komen waar we ons met z'n allen in de modder hadden vastgezet. We zaten met z'n... Want
Kijk, ik heb wel eens een keer gezegd dit of dat. In mijn Centurion-tijd, en u weet waarschijnlijk wat dat betekent, hebben we één ding afgesproken. We hebben geweldige problemen. We gaan uitzoeken hoe het komt en we gaan misschien aanbevelingen doen voor de toekomst. Eén ding, we gaan niet met vingertjes wijzen. Het is verboden om hier namen te noemen en mensen aan de schandpaal te nagen. Want we hebben met z'n allen een probleem. En zo vind ik, met uw welnemen, dat we met z'n allen in Nederland van dit project een rommeltje gemaakt hebben. Volstrekt onnodig. En het zit me hevig dwars. Want ik vind dat hiermee onze reputatie van een polderland, waar we zo fantastisch met elkaar oplossingen bedenken, hiermee te grabbel is gegooid. En ik herhaal, volstrekt onnodig. En die oranje combinatie, om toch weer even terug te komen bij een van die schakels in dat proces, die had dat kunnen oplossen. Ja. Lag er een bod op tafel? Dat mocht toch geen bod genoemd worden? Nee. Oké. Okay. Het was een... Hoe noemt u het? Ja, een voornemen. Voornemen tot een bod. Tot een bod. Dat iedereen kende, dat voornemen. Ja. Dus het was eigenlijk een telefonisch, virtueel, bestaand, rondzingend bod. En ik geef veel krediet aan de mensen die dat bod op hele korte termijn in elkaar gezet hebben. En daar kwam ook een cijfer uit. En dat cijfer, dat was ook voor iedereen acceptabel. En dat kende u ook? Ja. De befaamde? 100 miljoen. Is dat gedeeld met Verkeer en Waterstaat? Ja, dat hebben we al een paar keer gehoord, maar ik vraag het u voor nog even. Kijk, Verkeer en Waterstaat was de initiator van dit oranje bod. En ik geef ze daar veel krediet voor. Kende de Tweede Kamer de hoogte van dat bod? Dat weet ik niet. Ik weet niet of in de vaste Kamercommissie of dit aan de orde is geweest. De juridische zaken, nou, daar hebben we het eigenlijk even over gehad, die daar speelden. Daar was u zich ook gewoon heel scherp van bewust. Ja, jongens op kousenvoeten, niet te veel over praten. Ja, natuurlijk. En dan nog even specifiek aanbestedingsrechtelijk, omdat de aanbesteding feitelijk al liep. Of mededingingsrechtelijk, vanuit Europees perspectief of allebei. Ja, kijk, de juridische aspecten in het hele dossier zijn eigenlijk altijd sterk overdreven. We moesten aanbesteden van Brussel. Was helemaal niet waar. Bovendien, we zijn natuurlijk een klein landje ergens zo aan die Noordzee. De wereld lag er toch echt niet wakker van als die aanbesteding was afgebroken om goede redenen. En daar waren best goede redenen voor te vinden. En dan moet je niet je schuldig gaan maken aan juridische haakloverij. Ik wil bewust vermijden hier niet met u in discussie te gaan over juridische kwesties. Maar laat ik in ieder geval u vragen of u ermee bekend bent dat er ook opvattingen waren dat er wel degelijk wel problemen waren uit mededingingsrechtelijk oogpunt van het, op Europees gebied. Dat er weer anderen waren die ergens een geitenpaadje zagen om daar dan wel weer van los te komen. Maar dat, minst genomen zoals u het net zei, laat ik u het dan zo vragen, dat was niet de communistische opinie dat er helemaal geen probleem was met Brussel. Nee, maar ik ben maar heel weinig situaties tegengekomen in mijn leven, meneer Elias, waar iedereen het met alles eens was. U tilde er niet zwaar aan de juridische bezwaren. Er zijn momenten waarop je beslissingen moet nemen en knopen moet doorhakken. En je moet wel goed luisteren naar wat experts te zeggen hebben. Ja. Maar de ondernemers of de bazen, die moeten op een gegeven moment een afweging maken en die moeten zeggen, dit is het besluit. En zelfs in noodgevallen... Ik ben heel vaak gewaarschuwd door mijn juridische afdeling dat ik iets niet mocht zeggen of iets niet mocht doen. Dus ik ken dat verschijnsel perfect. Maar u wist dat er in ieder geval vanuit juridisch oogpunt minst genomen gewaarschuwd werd. Ja. Voor een situatie die de facto plaatsvond. Dat mensen van de, ik ben even de naam kwijt, maar intern bij de NS die zich met het HSL-project bezighielden, echt samen met ambtenaren van Verkeer en Waterstaat, terwijl de aanbesteding de facto al begonnen was, een plan in elkaar zaten te schroeven. Ja, dat weet ik. En ik was van mening dat we daar verstandig en voorzichtig mee omsprongen,
dat het een oplosbaar probleem was. Ja. Nog een korte vraag. Zag u het als een... U zei net, het is heel ingenieus en slim gedaan en zo. Zag u het ook vooral als een oplossing voor een politiek probleem, waar uiteindelijk iedereen mee zou kunnen leven? Ja, zeker. Want ik begreep best dat in een kabinet waar, zo mag ik het toch wel formuleren, verschillende denkrichtingen vertegenwoordigd waren op dit gebied, op het gebied van, laten we maar zeggen, liberalisering. Ik begrijp best dat daar wel eens spannende gesprekken zijn geweest over dit onderwerp. En het was nou eenmaal vastgelegd in een regeerakkoord, begrijp ik. En dan komt het in de openbaarheid. En dan gaan mensen zich ingraven. En dan wordt het een bijna onbeheersbaar proces. En hoe kom je daar dan nog uit? Zonder dat een kabinet valt. Ik ben geen politicus, maar ja, ik lees wel kranten en zo, dus ik begrijp wel een beetje hoe het werkt. En natuurlijk was dat een oplossing geweest. Als we toen gezegd hadden, dat oranje bod, dat is het. Hè, hadden we de bladzij om kunnen slaan en verder kunnen gaan. Maar we blijven nog even op die bladzij. Hoe en wanneer werd u duidelijk dat die plannen geen doorgang zouden vinden? Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet dat minister Netelenbos dit te vuur en te zwaard heeft verdedigd. En ik kwam erachter toen, ik weet niet meer via welk kanaal, ik hoorde dat de eerste minister de knoop had doorgehakt, zoals hij dat heeft genoemd kennelijk, en dat het oranje bod was afgewezen. Dat hoorde u toen? Ja. En uw reactie was... Jammer, gemiste kans. Had niet gemoeten. Ja. En u zag het als niet zozeer begrijpelijke, maar als de resultante van het feit dat het kabinet verschillend over werd gedacht, dat daar een krachtmeting had plaatsgevonden en dat de minister-president op een gegeven moment een keuze had gemaakt. Ik heb dit als een puur politiek besluit ervaren. Dat was ook geen zakelijke... verklaring of interpretatie aan te geven. Het was een politiek besluit. En ja, je moet soms dingen respecteren. Ja. U begreep het enerzijds wel en anderzijds niet, is wat ik eigenlijk hoor. Nou, ik ben natuurlijk ook vaak in een positie geweest dat ik knopen moest doorhakken. En dat je dan een deel van je club, van je management, met je eens is en een ander deel niet. En ik weet niet wat er in de ministerraadvergaderingen gebeurd is. Ik moet er eerlijkheidshalve ook bij zeggen dat in die tijd de perikelen met rondje rond de kerk natuurlijk een enorme invloed hadden op de opinievorming in het land. Hè? En dat NS, om het op zijn zachtst te zeggen, niet op veel sympathie kon rekenen. Collega van Gerven heeft nog een paar vragen. Ja, meneer Timmer, dat toch nog even die juridische aspect, want u zegt, luister, je hebt altijd juridische tegenwerpen en als baas maak je uiteindelijk die afweging. Maar natuurlijk was de aanbesteding wel begonnen. Ja. En als je een aanbesteding begint, kun je die niet zomaar afkomen. Nee. Daar hebben juridische adviseurs natuurlijk wel een punt. Bent u zover nog, of kunnen zich dat nog herinneren, op welke punten er dan bezwaren waren om toch, zeg maar, vanuit juridische kant, om dat IC of het oranje combinatiebod, om dat pad op te gaan? Nou, weet u, het is natuurlijk niet actueel geworden door het besluit van de minister-president, want er was geen oranje consortium meer. Huh? En dit behoorde nee, maar tot... die baseerde zich op, onder andere op juridische afwegingen. Ja. En, maar het gaat om uw mening, of ook binnen NS, van, hoe u nou aankeek tegen het feit dat er dus, laten we zeggen, toch een aanbesteding afgebroken zou moeten worden. Ja. En dan zouden andere partijen natuurlijk bezwaar kunnen maken of in het geweer kunnen komen.
Ik herhaal dat we met voorzichtig, verstandig beleid dit probleem hadden kunnen oplossen. Ik vond het probleem niet van die aard dat daardoor de oranje combinatie moest worden afgeblazen. Dat oranje combinatiebod, als dat wel door was gegaan, had dat als het ware binnen een week getekend kunnen worden? Ja, ik denk als ervaren captains of industry daar hun paraaf op hebben gezet en niet hebben zitten slapen, dat we dat snel hadden kunnen afronden. Ja. Hadden dat snel kunnen afronden? Ja. Goed, kijk even naar de voorzitter. Ik was net nog één ding vergeten. Wat toch curieus is, is dat uit interne stukken van de NS, en daarom stel ik u die vraag, blijkt dat men binnen de NS tot in detail op de hoogte is van wat er in de ministerraad besproken wordt. Er zijn hier bijvoorbeeld ministerraad 14-4, ministerraad 18-4, Salm zegt dit, Netelbos zegt dat. Het zit allemaal in interne NS-stukken. Hoe wist de NS dat allemaal? Ik heb die stukken nooit gezien. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik vind dat het niet hoort, maar ik kan er verder niks van zeggen. Als u het op prijs stelt, ik weet niet of dat mag, maar we hebben ze hier. Ik kijk even naar de tijd. Ik denk dat het verstandig is om even 10 minuten te schorsen. En dan zien we elkaar om 5 uur weer in deze zaal. Ik schors u mee deze vergadering.
Ik heropen de vergadering en verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Dank u wel. Meneer Timmer, we vervolgen het verhoor en zijn aangekomen bij het bod van de NS. Meneer Timmer, het komt uiteindelijk toch tot een aanbesteding. En allereerst de vraag, was u verbaasd dat er maar 3 geïnteresseerde consortia waren? En dat bijvoorbeeld SNCF, de Franse spoorwegmaatschappij, niet meedeed? Op dat laatste punt, even spoor maar. Kijk, ik ben niet bij de Fransen op bezoek geweest. Maar ik heb natuurlijk wel veel met Frankrijk ook te maken gehad. En mijn verklaring voor het niet meedoen is dat ze tot de conclusie kwamen, waarom zouden we? Die Hollanders die hebben al 7 miljard uitgegeven aan een hoge snelheidslijn. Waar rij je al met de Thalys? Why bother? En bovendien zijn ze misschien ook afgeschrikt door bepaalde bepalingen in het tenderdocument die de Fransen niet zo leuk vonden. Dus dat is ook niet voor niks dat ze, ik ving vanmorgen op dat iemand gezegd dat wij zijn niet zo gek om het binnenlandse net aan te besteden aan anderen, dat soort van dingen. Dat was de mening van de Fransen. Ja. Maar dan kunnen ze nog wel bieden in een ander land. Ik heb dat nooit. En SNCF had natuurlijk wel zich geregistreerd als geïnteresseerde partij. Ja, maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet nodig was, want die Thalys die rijdt nu ook. En de Fransen zijn heel praktisch. Als het niet nodig is, waarom zou je dan in die perken? Want er was ook nog een bepaling van 50% met NS en weet ik wat allemaal. Het zijn allemaal constructies die vragen om problemen. En die Fransen die hebben dat doorzien. Ik heb het even tussendoor. Ik heb ook in de afgelopen dagen een paar keer het woord Londen. Ik wil even, meneer Timmer, ik wil echt even terug naar het bod. En de vraag, want naast NS waren er nog maar 2 andere partijen. Ja, ik. Wat vond u daarvan? Ik 100 kilometers plus een paar hoge snelheidslijn van Amsterdam tot Breda, een stukje voorbij, is volstrekt oninteressant. Als u in Spanje en in Frankrijk en in Duitsland het intercity, de high-speed, dan weet u wat dat betekent. En dan ook nog geconfronteerd worden met zeer specifieke eisen in het bod. We hebben vanaf het begin die buitenlandse belangstelling zwaar overschat, meneer Van Gerwen. Ook als NS? Wij werden daar niet bij betrokken. Wij waren natuurlijk wel een beetje op onze hoede. Maar gaande het proces werd duidelijk dat die belangstelling vanuit het buitenland zeer gering was. Maar dat was nadat u het aanbod had gedaan? Ik denk dat het ten tijde van het Oranjebod al duidelijk moet zijn geweest. Dat er geen buitenlandse belangstelling was die het vermelden waard was. Maar goed, we komen. Ik kom er dadelijk nog op terug. Over de besluitvorming van hoe dat bod tot stand was gekomen. Ja. Rond het NS-KLM-bod. Wat was nou de rol van de Raad van Commissarissen en van u in het bijzonder? U hebt het nu over het oranje bod. Nee, ik over heb het nu over eindbod. Het finale bod. Ja, dat is voorbereid door experts van NS. Ik dacht dat ik in het verhoor van de heer Spaargaarden een klein foutje ontdekte. Dat deed hij niet bewust, maar zij kwamen uit op 125 miljoen. Oké? En dan was er nog een ingewikkelde variant 6. Die werd er nog aangeplakt. En dat werd samen, dat was 25 miljoen. Dus zij kwamen op 150 miljoen. Daar hebben wij als Raad van Commissarissen naar gekeken.
En we hebben gezegd, het gaat niet alleen om de exploitatie van die lijn. We moeten ook inschatten de effecten, positieve effecten op ons andere net in Nederland. En negatieve effecten als we de lijn niet krijgen, als we de concessie niet winnen. Dus we hebben toen als Raad van Commissarissen gezegd, we willen toch de kans vergroten dat we dit winnen. En noem het maar ondernemerspremie of wat dan ook. En we hebben toen het kolossale bedrag van 28 miljoen aan het bod toegevoegd. Ja, en dat heeft de Raad van Commissarissen gezegd, voeg dat eraan toe. Ja. En maak er 178 van. Ja. Dat was dus een strategische waarde. Ja. Zeg maar die 28 miljoen, zoals u het omschrijft. En daar was u persoonlijk voor verantwoordelijk dat dat in het bod werd opgenomen. Ja. Dat bedrag, want als je kijkt naar die eerste biedingsronde, dat heeft een sterk financieel karakter. Nee. En heeft u dat, u zegt, why bother, hup, 178, want wij moeten dat binnenhalen. Wij vonden dat tenderdocument, wat door een heleboel slimme Engelsen was bedacht, daar waren wij niet kapot van. Omdat het vanwege die overwaardering van het financiële stuk. Maar we hadden er wel mee te maken, want we moesten ons aan de regels houden. Maar wat ik niet begrijp, hè, want u heeft een analyse gemaakt van de markt en u zegt, ja, eigenlijk is er niet veel concurrentie te verwachten van buitenlandse partijen. Het is een minuscuul stukje, ruim 100 kilometer, even samengevat. Waarom doet u dan toch zo'n extreem hoog bod? Kijk, je kunt vermoedens hebben dat er heel weinig belangstelling is van buitenlandse. Dat kun je hebben. Wij waren niet op de hoogte van wat er binnen het projectteam gebeurde. Dat werd afgeschermd en dat moet ook. Ja? We hadden het gevoel, maar we wisten het niet zeker. En gezien het enorme belang van die lijn, wilden we niet het risico lopen om op 25 of 30 miljoen de zaak te verliezen. Dat waren vooral, laat ik maar zeggen, de ondernemers in de Raad van Commissarissen die het daar grondig over eens waren. Ze zeiden, dat doen we niet. Nee. We waren gewend om uit te gaan van modellen. En u hebt dat prachtig uitgerecht gekregen van meneer Spaargaren. Het blijven aannames. Ja. En wij moeten als ondernemers dat wegen en zeggen, nou, dat is een goed stukje werk. En we maken die bieding. En u zegt, dan hebben wij een soort knock-out bod. Ja. Dan zitten we zeker in de tweede ronde. Waarbij we ook kunnen constateren dat niet, laten we zeggen, dat die laatste 28 miljoen, zoals u zojuist noemde, dat het eigenlijk een strategische waarde is. Klopt. En eigenlijk niet uit het businessmodel zelf te realiseren valt. Maar dat zou dan eigenlijk op de klep moeten komen van NS als geheel. Ik wil er nog aan toevoegen dat je sowieso een beperkte waarde moet toekennen aan een businessmodel. We hadden bij NS natuurlijk ook heel veel knappe koppen, econometristen enzovoort enzovoort. Maar zoals ook duidelijk werd uit het verhaal van de heer Spaargaren, die modellen zijn allemaal gebaseerd op aannames. Ja? En die kunnen natuurlijk in de loop van de jaren aanzienlijk veranderen. Dat reken ik tot het ondernemersrisico. Ja. U zegt, het was eigenlijk een niet reëel bod qua business case. Maar strategisch gezien was het van belang dat we dat gingen winnen. Voor de 150 miljoen vond ik het een reëel bod. En de 28 miljoen was de... Verwachtte eigenlijk NS in de tweede ronde, toen ze als enige een volledig... volwaardig bod hadden uitgebracht en eentje in de wacht stond en de derde was afgevallen. NS KLM hadden die verwacht dat ze het bedrag naar beneden zouden kunnen onderhandelen? Ja, je hebt natuurlijk altijd bij dit soort van grote projecten en tenders, dat er vrijwel altijd nadat een bod is uitgebracht,
discussies plaatsvinden om te preciseren bepaalde zaken. En in dit geval waren er zelfs een paar punten in het tenderdocument aangegeven die voor discussie vatbaar waren. En dat was, daar is dat beroemde voorbeeld van het risico van de buurlanden, de NMBS en de dingen. Het enige wat we trouwens afgekocht hadden, ging alleen over Frankrijk, als ik me goed herinner. NMBS was daar niet bij. Ja, daar kwam 19 miljoen uit. Maar ja, dat zien we zo vaak. Als er geen 0 staat, als er geen 20 staat, dan twijfel ik altijd een beetje aan de accuratesse. Want dan hebben we dat opzettelijk gedaan. Dat is 19 miljoen, klaar. Ik vond dat veel te weinig. Want ik schatte het feit dat er geen duidelijkheid was en geen overeenkomst was met de Fransen en de Belgen als een enorm risico. Zo groot, dat ik het onverantwoord vond om zo'n ingewikkelde, kostbare tenderprocedure op te starten, zonder dat op overheidsniveau overeenstemming was met België en Frankrijk. Ik vond dat je zo'n tenderdocument niet uit moet laten gaan. Ja, maar dat is wel gebeurd. Ja. Daar heeft u op geboden. Daar, 178 miljoen. Ja. U heeft zelf het voorstel gedaan om zeg maar, de risico's van België en Frankrijk zeg maar, af te kopen met 18 miljoen. Dat was een voorstel van NS zelf, toch? Ja, dat weet ik. Maar kijk, meneer Van Gerwen, in dat stadium had het geen zin meer om te zeggen het moet niet 19 zijn of het moet whatever zijn. Op een gegeven moment hebben we gezegd, nou laat maar. Wat ik er wel aan toe wil voegen is dat de problemen met Frankrijk en België in mijn ogen zo groot waren dat geen enkele commerciële firma bereid zou zijn geweest om dit contract af te handelen. Ja, maar u heeft het contract wel getekend. Ja, wij hebben het gedaan. En dat is maar goed ook. Omdat anders de conclusie zou zijn geweest, de tender is mislukt. Ja. Ook die firma die zogenaamd in de wachtkamer zat, daar heb ik dat... Nee, maar het gaat natuurlijk om wat onder uw verantwoordelijkheid viel. Ja. En dan toch even naar... Kijk, was eigenlijk niet toch een heel groot risico dat bod te hoog zou zijn? Nee. Kijk, ik zag het bod als de afsluiting van een uiterst ongelukkige periode. En ik heb misschien de misrekening gemaakt dat als het stof was opgetrokken, dat we dan alsnog tot redelijke afspraken konden komen. Dan was dat bedrag van 178 miljoen van tafel gegaan. Dat was in ieder geval aangepast geworden. Daar ben ik zeker van. Want wat was voor situatie was er toen ontstaan? Dat het staatsbedrijf NS had de bieding gewonnen. Toch? En alle financiële plussen en minussen die daarbij horen, die zijn voor rekening van de schatkist. Dus het had geen zin meer om over dat hoge bod. Ik wil best kwijt dat het mij enorm irriteert dat hoge bod tot het hoofdprobleem van dit dossier is geworden. En dat is onzin. Maar u wordt gevraagd om een reëel bod in te dienen. Het was reëel. Het was kennelijk niet reëel, toch? Want als je gewoon kijkt naar de business case, u hebt dat zelf aangegeven, in uw ogen reëel, maar bedrijfsmatig, zeg maar, als opbrengst wat je uit die lijn zou kunnen halen, niet reëel. Meneer Van Gerwen, met dat bod
hebben we ons de ellende bespaard van het openlijk mislukken van de tender. Dat wil ik benadrukken. Dat bod was bedoeld om een punt te zetten. Goed, achter heeft... een volstrekt idiote exercitie. Okay. U zegt het was een volstrekt idiote exercitie. Maar u heeft het wel gedaan. U heeft pleit gewonnen. U mag gaan rijden op die hoge snelheidslijn. U mag het vervoer organiseren. En daar is dan een aparte entiteit, een aparte dochter voor opgericht, de HSA. Maar als nou dat niet was gebeurd, die HSA had niet bestaan. En NS Reizigers had dat, was dan dat bod ook zo geweest? Ja. Dat had voor u niks uitgemaakt? Had geen verschil gemaakt. U zegt dat is broekzak, vestzak. Ja. Had geen verschil gemaakt. Die constructie die gekozen werd, die beschouw ik als volstrekt ondergeschikt. Zegt ja, dat is dat moesten we doen, maar dat maakt mij niet uit. Nee. Had dan niet, want later is daar dus ontzettend veel discussie over geweest. Toen bleek dat die al heel snel, dat die business case, dat het financieel ondernemingsplan van HSA, dat niet deugdelijk was. Dat het gewoon faillissement gewoon eraan zou komen, vroeg of laat. Had dan niet gewoon vanuit uw optiek gewoon NS moeten zeggen, luister, is fair deal, wij vangen de klap wel op. Als moederbedrijf springen we bij en houden wij de zaak gewoon overeind. Ja, u vraagt me naar iets wat na mijn aftreden is gebeurd. Na uw aftreden, maar als ik u zo hoor, dan zegt u luister eens, wij hadden ook 178 geboden als de HSA niet had bestaan, dus de dochteronderneming niet was geweest. Dan had u gewoon keurig elk jaar die 178 miljoen betaald als NS. En dan was er, had er in het jaarverslag van de Nederlandse Spoorwegen gestaan. Ja. Een aftrekpost van de winst. Ja. Afdracht, vergoeding, concessie. Ja. Ja? Dat klopt, maar dat had u dan ook gerealiseerd. Want dat hadden ze moeten realiseren. Dat was onvermijdelijk, want er was een contract. En we hebben het nog niet gehad, dat hebt u nog niet aangesneden, over die beroemde 47 miljoen. Hè? Ja. Maar dat was een contract. En ik ben verbaasd dat het zo lang is blijven doorzetten. U had het over het faillissement van HSA. Kijk, als je zoveel kosten maakt als wij gedaan hebben, in de infrastructuur en in de voorbereidingen bij NS voor die... Ja. Als je zoveel kosten maakt en er staan geen inkomsten tegenover, want die treinen reden nog niet en er kwam dus niks binnen, dan is het logisch dat je verliezen leidt. Nee, dat snap ik wel, maar... NS had dat toch zelf kunnen compenseren. Er waren uitgebreide reserves. En die hadden gewoon de aanvangsverliezen die er waren. Ja. Die had men toch vanuit het eigen vermogen van het moederbedrijf kunnen opvangen. Had NS best gekund. Dan was de 9 miljard die in 2009 uitbetaald was, was 9 miljard minder dat bedrag geweest. Het was geen 9 miljard. Het was substantieel lager. En er is wel een dividend van 1,4 miljard... uitgedeeld. Maar het ging mij over het punt dat u stelt van luister eens, we hebben een... het maakt ons niet uit, als het maar een winnend bod was, heeft u zojuist gezegd. Dan zou je dan niet moeten concluderen, oké, dan moet je als NS het ook maar opruimen. De financiële consequenties. Dan moeten wij als Nederlandse staat het probleem opruimen. En als dat dan op het boekje van NS wordt geschreven, mij goed. Nee, maar ik vind het een academische discussie. Nee, maar de discussie is niet academisch. In die zin, u heeft gezegd, wij doen mee met die tender als NS. Was u verantwoordelijk voor? Ja. U was verantwoordelijk voor een bod van 178 miljoen, waarvan u zelf wist, daar zit een strategische waarde in. En dat is niet, zeg maar, dat kan je niet terugverdienen met die hoge snelheidslijn zelf. Dan had het toch in de reden gelegen dat maar... NS dat vanuit het moederbedrijf zou aanvullen.
waar u ook verantwoordelijk voor bent. Ik ben op 31 december 2001 afgetreden. Oké? Ja. En waar u het nu over hebt, is in mijn ambtstermijn als commissaris nooit aan de orde geweest. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is en wie welke kosten heeft geaccepteerd. Ik volg uw redenering, die u opzetten van luister is. Wij hebben dat geboden, die 178 miljoen. En wij zouden dat als NS, het ging me niet over de hoogte van het bod, als we dat maar winnen, want het was voor NS zo cruciaal. En dan, dan lossen we dat linksom of rechtsom wel op in de balans van de company. Ik verzeker u, meneer Van Gerwen, dat zou ik commissaris gebleven zijn, dat ik het in de spirit, zoals u dat noemt, zou hebben opgelost. Voor mij is het een non-issue. Goed, dat is duidelijk hoe u dat zou hebben opgelost. De heer Elias wil even ook op dit punt nog vragen stellen. Ja, ik wou nog een paar kleine punten aan u vragen voordat we doorgaan met het volgende punt. Ik heb uw uitleg gevolgd. U zegt, er lagen berekeningen en daar hebben we gewoon een bedrag bovenop gezet om zeker te zijn en verder geen gezeur te hebben. Dat heb ik goed begrepen, toch? Dus iedereen die nu zegt, of destijds zei, dat het een gestretched pot was op basis van de feiten en dat we nog eens die berekening erbij haalden en weer een andere berekening en nog eens extra keken hier en daar, die doet die mening in ieder geval onrecht aan. Hoe u net verteld heeft dat u daarnaar keek. Klopt dat? Nee, dat begrijp ik niet. Ik begrijp u. Nou, u zegt, we hadden berekeningen en die sloten op, wat zei u, 150 miljoen. Anderen zeggen 125, waarin al een strategische waarde van 20 miljoen zat. Maar dat laat ik even voor wat het is. En dat bedrag hebben wij toen, zei u met een beetje cynisme, hebben we toen met het ongelooflijke bedrag van 28 miljoen verhoogd naar 178. Ja. Zo van, ja, daar moet je eigenlijk niet over zeuren. Dat was gewoon een keuze om te zorgen een hoog bod te hebben en dus hoe dan ook de concurrenten te verslaan, toch? Ja. Daar zaten dus geen rekensommen of grote nieuwe verhalen achter. Jawel. Namelijk? De 150 miljoen van de 178 was zeer gedetailleerd uitgewerkt in modellen. Ja. En daarbij heb ik de kanttekening geplaatst dat de modellen zijn modellen. En zijn gebaseerd op aannames. En daar moet je vooral niet een zo absolute waarde aan toekennen. Dat heb ik gezegd. Dus is mijn vraag aan u. U zei eigenlijk, trek die modellen nog een stukje verder open. En dan sluiten ze op 178. Nee, we hebben gerespecteerd het werk dat door de experts is gedaan. Is 150? Zeer goede experts. En die kwamen tot 125 plus 25. Dat heb ik gezegd, mooi gedaan, goed werk. We hebben natuurlijk gekeken naar de variabelen die ze gebruikt hebben, enzovoort, enzovoort. Maar u kunt zich wel voorstellen dat aan onze kant van de tafel zaten een aantal ex-CEO's die vele malen, honderden duizenden malen in hun leven, dit soort van situaties hadden zien langskomen. Ja? En onze belangrijkste afweging was eigenlijk, wat voor indruk maken die jongens op ons die dat gedaan hebben? Hoe serieus, hoe goed? En wij vonden dat hartstikke goed wat ze deden. En daar baseerden we ons bod op. Maar het ondernemersrisico was natuurlijk voor ons. Je kan dan bij niemand meer teruggaan en zeggen, je hebt een verkeerd cijfertje ingevuld. En hoe kwam dan, dat is mijn laatste punt, hoe was dat dan toevallig precies op 28 miljoen geprikt? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Maar het was dus deels ook een slag in de lucht om het er bovenop te leggen en te zeggen, nou hebben we het. Het was een slag in de lucht. En tot op grote hoogte is het bod zelf een slag in de lucht, in de zin dat de veronderstellingen waarop die berekeningen waren gebaseerd, voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Gebleken is dat de strategie van de uitvoerders, van de man op de werkvloer bij de NS, was om, als dat bod dan eenmaal geaccepteerd zou zijn, het zo snel mogelijk weer naar beneden te onderhandelen of praten. Wist u daarvan? Heel gewoon. Bij elke grote tender die ik ben tegengekomen,
blijven zaken open. En het is nooit zo dat dat bedrag heilig is. Daar wordt nog verstandig naar gekeken. En de tenderdocumenten lieten zelfs opening om daar nog iets aan te doen. Dus dat was helemaal niet zo bijzonder. Die opening was die zogeheten tariefrestrictie. Ja. Waar we het al een paar keer over gehad hebben hier in deze zaal. Ja. Waarvan het ministerie zei, we hebben laten weten, dat gaan we niet doen. Fantastisch dan. Dan roep ik even in herinnering, voor een goed begrip, dat het bod van NS gebaseerd was, of uitging van de financiële parameters die in de tenderdocumenten waren voorgeschreven. Ja? Daardoor kwamen ze op 125 miljoen uit. Een van die aannames was tarieven. Okay? En om aan 125 miljoen te komen, moesten de tarieven heel hoog zijn. Okay? En NS had natuurlijk ervaring, daar heb ik in een eerder deel al naar verwezen, dat je met die hele hoge tarieven niet wegkomt. Je komt er niet mee weg bij het publiek, want die zeggen ja, fijn dan. Je komt er niet mee weg bij de Tweede Kamer, want die zeggen ja, dat nou. Maar ik wil erop wijzen dat dat bedrag tot stand kwam. Hè? Door de spelregels te volgen van het tenderdocument. Ja? En dan zit je met een heel... En dan is het logisch dat je daarna zegt... Ja, en dan krijg je die afweging tussen reizigersaantallen en prijzen enzovoort, enzovoort. Daar zullen we nog maar niet verder op ingaan. Maar u wist dus destijds... Dat pot, dat moest hoog zijn om het hoe dan ook binnen te halen. Ja. Discussie over die tarieven, dat willen we in dat contract hebben. Ja. Ook al wil het departement van Verkeer en Waterstaat dat absoluut niet. Wij willen dat, ja. Want wij NS gaan daar later nog over onderhandelen, wetend dat de Tweede Kamer ook niet bij zou zijn. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. En ik heb met belangstelling geluisterd naar de uiteenzetting van de heer Korf. Heeft in die laatste fase van die contractbesprekingen een uitermate rigide houding aangenomen. Inflexibel en rigide en onredelijk. Zou het eenvoudigst voor ons zijn geweest om de hele zaak te laten klappen en van de onderhandelingstafel weg te lopen. Dat hebben we niet gedaan. Ik herhaal, we rekenden erop dat uiteindelijk nadat alle strubbelingen voorbij waren, gezonde verstand zou zegevieren. Hebben we niet goed ingeschat, want het heeft 12 jaar geduurd voordat we erachter kwamen wat dan wel een redelijke vergoeding was. 12 jaar. Maar voor nu was mijn vraag. U wist dus, daar hou ik ook over op, u wist dus, wij gaan over die tariefrestrictie, en daarom moest hij er ook in, wij gaan over die tariefrestrictie nog flink robbertje knokken. En wij weten dat de Tweede Kamer, wat dat betreft, aan de kant van de NS staat. En dat had het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die weigerde, en het projectbureau van meneer Korf ook moeten weten. Dat zij wel konden zeggen, we roepen het niet af om die paar armzalige tientallen miljoenen te verdienen. Dat het daarna tot een enorme toestand zou zijn gekomen, inderdaad met de Tweede Kamer. En dat vind ik kortzichtig. En dat is een van de redenen waarom u aan het begin van dit verhoor zei, ja, met die, soms hadden we ook heel veel aan die Tweede Kamer. Ja, en ik zeg dat hier omdat ik het hoogst onverantwoord vond. En ik heb vanmorgen dat dappere statement van de heer Korf, heb ik met verbazing aangehoord. Want hij wist dat bij dat bod hoge tarieven hoorden. Hij moest weten dat de Tweede Kamer daartegen was. Hij moest weten dat het ook commercieel onverstandig was, want je kreeg de treinen er niet mee vol. Dan zeg ik, wat voor demonstratie van stoerheid en dapperheid is het dan om te zeggen, we roepen het niet af. Nee, maar goed, mijn vragen waren flauwekul was om te horen van u hoe u destijds dat heeft afgegeven. U heeft 178 miljoen geboden. En nou, was de hoogte van dat bod, was dat nou... Eigenlijk deed dat er niet toe, want de rekening zou of bij de aandeelhouder komen te liggen, in de zin van minder dividend, of de concessievergoeding zou worden verlaagd, dan zou de concessieverlener minder krijgen, is ook de overheid.
Kan je dan niet de conclusie trekken, ja, dat, kijk, als het bod nou niet, als het onwerkbaar zou blijken, ja, dan is het toch uiteindelijk de staat die voor het probleem moet opdraaien. Ik kan daar maar één ding van zeggen. Omdat het projectbureau en het ministerie de tenderprocedure tot het bittere einde hebben doorgevoerd. Ja? Hetgeen ik totaal onverantwoord vond, want ze wisten dat er geen andere biedingen waren. Op dat moment hadden ze dan de tender maar moeten afblazen. Maar kunnen we dan, want de porté van mijn vraag was, als nou NS een commercieel bedrijf was geweest, hadden ze dan ook 178 miljoen kunnen bieden? Ik ben gewend om het rechtstreeks te beantwoorden. Ja, graag. Maar niet nu, want ik wil u toch even een omweggetje maken. De conclusie had moeten zijn, meneer Van Gerwen, dat NS als NS 150 miljoen had moeten bieden. Ja? Dat de eisen in het tenderdocument volstrekt irreëel waren. Later zijn er ook bedragen genoemd van 60, 70 miljoen. Dat weet u ook. Maar u had, kijken naar wat er is, als u 101 miljoen had geboden, had u het gehad? Als wij geweten hadden dat wat de anderen geboden hadden, dan hadden we dat kunnen doen. Zeker. Maar ik roep ook in herinnering dat wij een geweldige schrobbering hebben gekregen van de commissie van Wijzen, ja, over ons volstrekt ondermaatse bod. Ja. Ja, dat weet u ook. Waar gezegd is, ja, die jongens hebben geen ambitie. En door de handelwijze van het projectbureau hebben die zelf meegewerkt aan het opjagen van die prijs. Nee, maar even, dat was niet mijn vraag. U heeft nu die omweg bewandeld, maar mijn vraag was heel concreet. Als NS een gewoon commercieel bedrijf was geweest, had u dan 178 miljoen kunnen bieden? Niemand had dat kunnen bieden, niemand. Omdat de eisen volstrekt onredelijk waren. Ja, maar u heeft dat kunnen bieden omdat u een 100% staatsdeelnemer was en het zou linksom of rechtsom, daar zou dan toch de rekening terechtkomen. We hebben het geboden om een eind te maken aan een heilloze exercitie. Okay. U heeft, dan kom ik toch op dat, nog even terug op die tariefrestrictie, die beperking die in de tweede deel van onderhandelingen aan bod zou komen. Heeft u daar zelf als raad van commissarissen nog bemoeienis mee gehad? Met het uitonderhandelen? Niet dat ik me herinner. Kijk, voor en mij ook met betrekking tot het garantievermogen? Nee. Die 200 miljoen? Nee. Die 47 miljoen, dat is weer zo'n, dat had ook iets anders kunnen zijn. Ja. Dat had te maken, als je het niet verlaagt, en dat blijft 148, hè, dan krijg je dus de financiële gevolgen toch voor je kiezen, doordat de tarieven te hoog zijn en dus de bezetting van de treinen te laag is. Zo simpel is het. Ja, maar dan, dat was voor rekening dan van NS geweest? Nee, dat was niet voor rekening van NS geweest. Want? Uiteindelijk is NS een staatsbedrijf. Was het voor ons allemaal. De conclusie moet zijn dat dat hele avontuur van een hoge snelheidslijn, maar goed, nooit rendabel te maken was. Nee, maar de conclusie is, u heeft meegedaan aan dat spel, zoals u dat vindt. Er is 178 miljoen geboden en wij kunnen constateren dat dat alleen kon omdat het een staatsbedrijf was en niet een commercieel bedrijf had dat nooit kunnen doen. Ik heb u gezegd, niemand had het kunnen doen. Okay. En daarmee was aangetoond dat die exercitie via een openbare aanbesteding waar 1,8 miljard naar de staat moest, volstrekt onredelijk was en dat op die manier nooit geld verdiend kon worden. Het doet er niet toe door wie.
Nou, ik denk dat dat op zich niet juist is. Want met de oranje combinatie heeft u, daar lag een bod van 100 miljoen. En dat zou uiteindelijk 1,8 miljard gulden hebben opgeleverd. Ja, maar ik wil toch even door van de, want in die fase van onderhandelingen, wat was nou de boodschap, zeg maar, die de Raad van Commissarissen of directie nou meegaf aan de NS-delegatie, dus Lanterne en Niggebrugge, om wat ze moesten doen? Was dat om uit te komen, zeg maar, op 101 miljoen? Nee, natuurlijk niet. Zo werkt het niet. En dat zijn professionals die u daar noemt. En zo werkt Jawel, het niet. Met permissie. Ze moesten. NS doet het voorstel om het garantiekapitaal, zeg maar, te verdubbelen. Ja. Dat gaf. Daardoor werd het bod met 12 miljoen verlaagd. Er werd afgesproken bij de risico's die er zijn, of de uitonderhandelingen met België en Frankrijk, gaat NS regelen 18 miljoen, samen 30. Was het nog 148? Als die tariefrestrictie wordt doorgevoerd, wat NS graag wilde, werd het 101. Mag ik concluderen dat dat de route is die NS had willen bewandelen? Dat is zo niet uitgestippeld. Daar zit geen complottheorie achter. Nee, maar dat is geen Dat is gewoon zo gekomen. En wij hebben als Raad van Commissarissen daar ons niet mee bemoeid. Meneer Niggebrugge en meneer Lanterne zijn capabel genoeg om die gesprekken te voeren. Ik wijs erop, wat is de onderliggende reden voor die onderhandelingen? Dat was om de tarieven omlaag te brengen. Want in het bod wat we gedaan hadden, werden heel hoge tarieven gehanteerd. Ja. En dat heeft financiële consequenties voor de staat. Wat u overigens zelf in het bod heeft ingebracht als rekenmodel. Maar dat doet er toch niet toe? Nou, dat heeft zich gematerialiseerd in dat bod van 178 miljoen. Ja, en dat u kunt. Wat hadden we dan moeten doen? Wij oordelen later, maar ik constateer toch dat in het bod zit, laten we zeggen, die in uw ogen onmaatschappelijk hoge prijskaartje van 60%. Hè? Ja. Dat kaartje. Nou, ja. En nou goed, wij constateren dat u dat wel in het bod, wat is neergelegd, heeft verwerkt. Ik wil graag even het woord aan de heer Elias geven. Ja, want we gaan naar het eind van dit verhoor. Waarom bent u, er wordt dus getekend begin december 2001, waarom bent u samen met de voltallige Raad van Commissarissen opgestapt op 1 januari 2002? Had dit dossier daar mee te maken? Dat had niks met dit dossier te maken. Ja. Waarom wel? Dat had te maken met de in onze ogen volstrekt onredelijke eis van de minister van Verkeer en Waterstaat om de heer Huizinga te ontslaan. Wij hadden als voltallig college van de Raad van Commissarissen geen enkele reden om zo'n stap te nemen. En dat was voor mij, want ik was voorzitter van die Raad van Commissarissen, een principieel punt. Ik ga niet iemand ontslaan op bevel als ik zelf niet dat met mijn geweten in overeenstemming kan brengen. Wie vroeg u wanneer en onder welke omstandigheid de heer Huizinga gaat ontslaan? Dat is gebeurd in telefoongesprekken door de heer Pans. Als ik onderweg was ergens in een auto en zo. Elegant zou zijn geweest dat als er bij de minister zulke grote verlangens waren om meneer Huizinga te ontslaan. Ik heb dat gezien als het brengen maken van een statement, dan had dat in een gesprek tussen de president, commissaris en de minister moeten plaatsvinden. Het werd gedelegeerd aan de secretaris-generaal. En ik heb in zijn verhoor pas begrepen dat de ontslagreden was het afwijken van een punctualiteitsgetal met 0,1%. Dat heb ik nooit eerder gehoord. Dat heb ik nu gehoord. Wat werd er dan als reden aangegeven? Dat hebt u van de heer Pans gehoord. Nee, maar ik vraag nu aan u wat u destijds als veronderstelde reden werd gegeven. Het is niet aan mij uitgelegd. Dat werd u verzocht. Het is ook niet op 31 december in het Holiday Inn in Utrecht aan mij uitgelegd.
Daar door kwam de minister. Bijeen met? Door de minister. Met de minister, samen. De minister en ik. En ik heb gezegd dat ik het bevel niet wens uit te voeren. Omdat ik het niet in overeenstemming kan brengen met mijn geweten. En toen heeft u ook gezegd, dan ga ik zelf. Hè? Ik stap op. En toen heeft de minister mij gevraagd, wat zullen de andere commissarissen doen? Ik heb gezegd dat ik dat niet weet. Dat ik die commissarissen ook niet ga beïnvloeden. Ik ga nu naar een ander hotel in Utrecht, want daar zitten ze op mij te wachten. Want het was toch wel bijzonder dat je op oudejaarsdag bij elkaar komt. En die zaten aan de andere kant van het spoor? Die zaten aan de andere kant van het spoor. En ik heb daar dus bij de commissaris gezegd, ik stap op. Want dit is voor het eerst in mijn leven dat ik in zo'n gewetenssituatie terechtkom en ik ga niet verder. Ik vond het heel jammer. Ik vond ook dat wij eigenlijk niet weg hadden moeten gaan, gezien de heel moeilijke situatie waarin het bedrijf zat. Maar dat was voor mij principieel. Ik heb het aan mijn collega's verteld en die hebben zelf en blok besloten om mij te volgen. Diezelfde dag nog? Ja. 31 december 2001. We kijken terug. U heeft ook verteld dat u probeerde vanuit een bepaalde opvatting en ook met mensen uit het bedrijfsleven van Nederland van naam en faam om te proberen de NS om te vormen. In hoeverre is die missie, dat deel van uw missie, geslaagd? Er was goede vooruitgang geboekt. Ik heb regelmatig teams van jonge mensen bij NS meegemaakt die aan die vernieuwingsplannen werkten. Ik had een heel klein beetje verstand van reorganiseren, dacht ik. En ik vond dat heel goed. Er is een enorme kink in de kamer gekomen door de ontwikkelingen rond de kerk. En door het vertrek van Huizinga. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is. Maar ik vond dat NS goed bezig was. Ja? En ik vond het buitengewoon jammer dat er op deze manier discontinuïteit ontstond. Dat is duidelijk. U bent heel kritisch geweest in dit verhoor over een aantal partijen. Vandaar toch ook nog de vraag aan u. Als u terugkijkt, vindt u dan, ondanks alles wat u heeft uitgelegd, toch ook niet dat de NS op bepaalde momenten de hand heeft overspeeld? Bijvoorbeeld bij dat IC-Max-bod, hoe mooi het dan ook mogen zijn vanuit uw visie. Bij dat hoge bod in 2001, als u terugkijkt? Ik spreek niet van een hand overspelen als je in goed vertrouwen en door deskundigen uitgewerkt voortreffelijk bod, ja, op die manier om zeep wordt geholpen. Had de procedure anders gekund? Jawel. Nee. Als ik op mijn periode terugkijk, meneer Elias, dan betreur ik het ten zeerste dat wij als NS-commissarissen niet, toen het kabinet de aanbesteding doordrukte, ja, gezegd hebben, dan doet NS niet mee. Dat was een goed besluit geweest. Er waren een heleboel dingen anders gelopen. En dat is een zeer ernstige fout die ik mezelf zeer aanreken. Dank u wel. Als u nou hebt over de positie van NS, hoe dat die gepositioneerd is. Even los van alle discussies. Wat vindt u daarvan? Zou die buiten de staat gepositioneerd moeten worden? Of is het goed zoals het nu is georganiseerd met het aandeelhouderschap bij financiën en de uitvoering, zeg maar, bij infrastructuur en milieu, zoals nu verkeer en waterstaat heet? Ik denk dat dat een
dat dat een goed besluit is geweest. Ik ken de praktijk natuurlijk niet. Ik weet niet of mijn ideaalbeeld van hoe dan de relatie met de aandeelhouder zou moeten zijn, of dat ook in de praktijk is uitgekomen. Maar als model hoeft er wat mij betreft niks aan te veranderen. Dus wat dat betreft... Ja. Daar is niks verkeerd mee. Goed, dan geef ik het woord weer aan de voorzitter. Ja, ik wil daar nog even op teruggaan wat er net nog even bleef liggen. U zegt, wij hadden als NS misschien helemaal niet mee moeten doen met die aanbesteding. En u zegt, we hebben bepaald het spel maar gewoon meegespeeld. Maar dan blijft toch de vraag, waarom heeft u dan het spel niet meegespeeld toen u de tweede kans kreeg? Want u zijn toch na die eerste pogingen om tot een bod te komen nog een aantal argumenten gegeven, gewoon inhoudelijke argumenten waarom het bod niet kon worden geaccepteerd. Waarom bent u daar toen niet over? Over Intercity Max? Ja. Dat waren geen alternatieven, mevrouw van Thornburg. Zo zagen wij het niet. Zag u het niet. Anderen hebben dat zo gepresenteerd. En wij hebben dat niet geaccepteerd. Dat was een schijnaanbieding aan ons. Ik weet niet waarom, maar misschien hebben sommige mensen gedacht dat je dan duidelijk kon maken dat de schuld toch echt bij NS lag. Dan hadden ze maar niet zo stom moeten zijn. Maar we waren wel stom, maar niet zo stom dat we onmogelijke alternatieven konden uitvoeren. Nee, maar u geeft vandaag aan ons op een aantal punten dat u denkt, als ik terugkijk, zou ik misschien een aantal dingen anders hebben gedaan. Een concreet voorbeeld is die aanbesteding. Een ander concreet voorbeeld zei u, we hadden misschien op dat moment om de tafel moeten gaan zitten om te kijken, hoe kunnen we het samen oplossen. Maar dan blijft een beetje in mijn hoofd zingen van, wat was dan de reden om niet op zo'n laatste kans in te gaan? Nou, ik heb u dat uitgelegd. Het was geen laatste kans. Wij vonden dat het geen laatste kans was. Dat was niet het moment geweest waarop u denkt, misschien waren we toen ook om de tafel kunnen gaan zitten. Ik breng u in herinnering dat dit plaatsvond in een dramatische periode in het bestaan van NS. Ook in het bestaan van mij persoonlijk en van mijn collega's commissarissen. Ja? Omdat we op een dermate onheuse manier zijn behandeld. Ja? Dat u niet van ons kunt verwachten dat binnen een week daarna wij op zo'n fantastisch voorstel zullen ingaan. Dus de koppen gingen echt heel hard tegen elkaar op dat moment. Ik heb dat geen voorstel gevonden. Ik heb dat een methode gevonden om te kunnen vaststellen dat het de eigen stommiteit van NS is dat ze geen tweede kans hebben gekregen. Daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Ik wil er ook eigenlijk liever niet op ingaan, want ik vond dat een absoluut dieptepunt. Die verhoudingen waren zo verziekt. Hè, dat wat ik graag gewild had, wat ik eerder heb uitgelegd en wat u nu aansnijdt, volstrekt onmogelijk was. Maar juist als die verhoudingen zo verziekt zijn, waarom dacht u dan dat een bod van 178 miljoen nog wel naar beneden gewerkt zou kunnen worden? Dat bod van 178 miljoen is al lager geworden. We zitten nu voortdurend het hoogste bod. Het was al lager geworden. We zaten al op 148. Ja? En als de correctie voor de tarieven was doorgevoerd, dan was het 101 geworden. Ik wil u wel zeggen dat die hele discussie over dat te hoge bod, dat ergert mij in hoge mate, omdat het de aandacht afleidt van wat er werkelijk in dit dossier gebeurd is. Dat wordt zwaar overtrokken. Kijk. Maar het wordt wel gedaan. En vervolgens is het natuurlijk de bedoeling dat het wordt nagekomen. Dat hoge bod, mevrouw, dat had ons verweten kunnen worden als wij daardoor twee of drie buitenlandse concurrenten met een paar miljoen euro hadden afgetroefd. Ja? Dat zou buitengewoon unfair zijn geweest. Maar er waren geen buitenlandse concurrenten. We waren allemaal onderdeel op dat moment van de BV Nederland. Mm-hmm. Ja? En dan moeten we niet meer praten over dat hoge bod. Maar er is nog 10 jaar over gegaan. Alleen vanuit de staat, ook vanuit de NS. Dus waarom zijn die daar dan nog over begonnen?
Ik heb geschilderd wat de verhoudingen waren en hoe die lagen. En er is nog 10 jaar na mijn vertrek is er doorgemodderd over deze zaak. Omdat niemand gezegd heeft, niemand heeft de regie genomen om aan deze zaak een einde te maken. En de NS heeft de concessie ook niet teruggegeven en gezegd, jongens, het is te dol, we hadden het nooit moeten doen, we hebben ons gek laten maken met elkaar, alsjeblieft, neem je pakje lekker terug. Dat is ook niet gebeurd. Nee, maar ik zal u heel hard en duidelijk zeggen wat ik over ben. Het is onzalig om daarop verder door te gaan. Het is veel belangrijker om ons nu af te vragen, wat kunnen we hiervan leren en hoe gaan we verder? En hoe kunnen we nog iets van de 7, en in uw ogen 11 miljard, ik ga maar voorzichtig aan 7 zitten wijken, hoe kunnen we dat nog goed maken? Dat is de discussie. Niet de discussie over 178 miljoen. Dat slaat nergens op. Daar neem ik met kracht afstand van. Helder. Helder. Nou, dan hebben we in ieder geval in de hoofdvraag elkaar weer ontmoet. Namelijk dat we verder op zoek gaan waarom het beoogde vervoer toch nog altijd niet tot stand is gekomen. Ja. Een slotvraag aan u. Heeft u in de periode dat u werkzaam was bij de Nederlandse Spoorwegen kennis gehad of ideeën gehad dat er dingen echt, dat er echt onregelmatigheden, los van het feit dat u vandaag u heeft laten zien dat u over bepaalde zaken heel boos was, maar zijn er ook dingen waarvan u zegt dat was frauduleus mogelijk, nee, strafrechtelijk aan te pakken? Heb ik niet. Helder. Dan dank ik u voor dit verhoor en dan sluit ik hiermee de vergadering. Oké.